vanaf vanmorgen vroeg al helemaal in de veer, uit de veer, of hoe noem je dat? Uit de dons. In ieder geval hard gewerkt om alles op te zetten. De format is Peter van Asselt. Doet dat ding het eigenlijk? Hallo? Oké. Peter van Asselt is de man die nu al een paar jaar de poppodcast doet. Poppenkast. In het format gaat hij nu zo direct allemaal mensen ontvangen. In een ongedwongen sfeer gaat hallo? Hij... hallo Peter. Hallo. Hallo. Ja, het is hartstikke leuk. Ik ben zelf bij jouw podcast geweest. Dat is een video geworden van 3,5 uur. Ik zou zeggen, ga kijken. Dat is weer 3,5 uur van je leven die je nooit meer terugkrijgt. En ik geef het helemaal over aan Peter. Die gaat zijn podcast doen en ik kom later bij jullie terug. Hartstikke bedankt en veel plezier en een fijne dag mensen. Nee, daar staat de wachten. Zo, nou, welkom bij de poppenkast, dames en heren. Dan zijn we dan bij Bosvrucht. Terwijl alle koningshuisgezinde mensen de stad aan het slopen zijn, gaan wij eens even gewoon hier vreedzaam niet koningsgezind zijn, denk ik dan. Hè? Zeker. Ja, eens even kijken. Even een kleine geluidscheck. Ben jij er? Ben je aanwezig? Ja, ik ben aanwezig. Ben ik ook te horen? Ja, dat is vrij. Ja, we zitten hier wel een beetje te worstelen met geluid. Ben je, Stef, aanwezig? Hallo, hallo, hallo. Ah, dat is kijk, dat is hoorbaar. Heel mooi. Nou, ik zit hier momenteel aan tafel met Sid Lucassen en Stef van Bremen. Welkom, Sid. Hallo. Ah, zo. Welkom, Stef. Hallo, man. Zo. Hoe ben je zo gezind op Koningsdag? Ja? Mij. Ja, ja, hoe ben je gezind zo? Ben je trots op onze koning momenteel? Ben je blij dat hij jarig is? Laat ik het zo zeggen. Ik ben een beetje koning agnost. Of eigenlijk monarchistisch agnost. Ik vind dat wel een hele goeie. Laten we die er even inhouden. Ja, eigenlijk ben ik monarchistisch agnost. En eigenlijk is het een hele oude discussie. Eigenlijk een vriend van mij, waar ik vroeger filosofie studeerde, kwam ik laat nog een keer tegen. Bleek eigenlijk een soort buurman van mij te zijn in Arnhem. Heel leuk verhaal. En hij zei eigenlijk, weet je wat het is, Sid? Die hele politiek van ons, ja, die is er... Eigenlijk onvermijdelijk dat hij in zichzelf gaat vastdraaien. Met zoveel partijen, en zoveel gedoe, en zoveel coalities, en zoveel... En dan is het EU, en dan is het weer Den Haag, en dan gaat het weer naar de provincie, de gemeente. Ik zeg, ja, het kan niet anders dan een soort totale democratische meltdown. En op dat moment is het eigenlijk wel heel interessant dat we ergens een koningshuis hebben. God, dat is nog eens een keer iets spannends, weet je. Dan kan je nog een keer een stukje grondwet mee herinterpreteren. En misschien dat dan in zo'n situatie waar alles vastloopt... interessant en als ik iets nieuws kan zijn om nog even wat meer schwung in de zaak te brengen. Ik van, nou, schwung? Ja, vond ik wel een interessant idee inderdaad. Dus al onze instituties, al onze protocollen, onze grondrechten, grondwetten. Als we daar niks meer mee kunnen, dan kunnen we nog eens een andere keer kijken naar het Koningshuis. Of we daar nog iets niet mee kunnen. Dat vond ik een goed argument. Is er nog wat over van onze grondwet? Helemaal niks. Helemaal niks. Dan kun je, nou ja, in theorie wel, maar in de praktijk weet je. Dan kom je natuurlijk... Ken je reet mee afvegen, zeg ja, maar. Ja, precies. We hebben het vaker over gehad, ook in onze stream, hè. Hey. Nu we er toch zijn, kijk allemaal onze stream. We gaan weer streamen op 9 mei, toch? Dus even promoten dan, de streamen. Ja, lijkt me wel geweldig. Peter en ik hebben onze eigen stream. Nog en we spelen dan videogames en we ouwehoeren en we praten over politiek en we praten over maatschappij. En we hebben ook kijkersvragen en mensen in het Discord vinden er wat van. En je hebt een Twitch zit eraan vast en daar hebben we het ook hier al over gehad. En ja, wij gaan ook een roadtrip doen binnenkort. We gaan eigenlijk de restanten van het keizerrijk van Karel de Grote gaan we bekijken. We zijn allemaal van plan om verderop in de zomer nog een keer naar Italië te gaan en daar een prachtige roadmovie van te maken. Ook allemaal weer een idee van Joost Maatman. Dus daar zijn we mee bezig. Ja, het is, jongens, volg ons. Volg Peter, volg de poppenkast. 9 mei gaan we weer streamen. Het wordt weer een avontuur. Het is, hoe kwam ik hier nou op? Ja, het Koningshuis, hè? Ja, nou, ik heb even een andere vraag voor je. Kom maar door. Wat vind je van magneten? Ja, mijn tante had vroeger een magnetiseur. Maar uiteindelijk is ze overleden. Dus of het echt heeft geholpen, weet ik niet. Ja, want in het Humanistisch Verbond, hè, ben je natuurlijk ook wel blootgesteld aan wat meer holistische zaken, volgens mij, of niet? Nee, was nog voor mijn tijd. Oh, ja. Dus toen ik bij het Humanistisch Verbond zat, ik ben daar zo'n jaar of 7, ben ik wel echt actief geweest. Ook in het bestuur van het Humanistisch Verbond Arnhem en omstreken. En we waren eigenlijk veel meer bezig met secularisme, humanisme. Ook het idee van de verlichting, nihilisme, wat is daar nog van over?
En ook een beetje, een beetje dat islamintolerantie, hè, dat een beetje aan het opkomen was. Ook in die tijd met die aanslagen, wat toen nog heel erg speelde. Dus dat was een beetje de discussie, zeg maar. Dus dat wat jij nu al hebt over die... Nou, ik was wel een mooi verhaal. Ik was met Humanistisch Verbond Jongeren, internationaal humanisten. Was ik op een gegeven moment in Brussel, ook voor een leuke bijeenkomst en zo. En er was zo'n meisje. En letterlijk het eerste gesprek waar ik te horen, dus ik wandelde daar binnen en zei ze... Ja, weet je, het is... Hè, ik ben helemaal niet zweverig en met religie en spiritualiteit, daar moet ik niks van hebben, weet je. Maar ik was bij Stonehenge en ik leg mijn handen op die steen en ik voelde gewoon de levens door me heen vloeien van die mensen die daar duizenden jaren geleden geleefd hadden en aan gebouwd hadden. En ik vond dat zo'n bijzondere ervaring van oké, ja, dat was gewoon de opener. Spiritualiteit hoeft helemaal niet zweverig te zijn, hè? Ja, klopt, klopt. En dan kom je op yoga rechts en zo en heel interessant allemaal. Ja, want hoe sta jij daar tegenover spiritualiteit, Stef? Ademen. Maar jij komt uit de wetenschap. Wat is jouw beroepskant? Vertel deze mensen dat eens even. Mijn titel. Je interesses, laten we het daarvan. Interesses zijn organische chemie, waar je medicijnen maakt, oftewel drugs voor de meeste mensen. Drugs. Ja, het zijn allemaal dezelfde stofjes in één grote categorie. Ga je iets... Het ontwikkelen van nieuwe moleculen. Nu tijd komt op. Puzzelen, Lego, maar dan op next level. Ga je iets productiefs doen, of ga je wiet roken? Hoorde je hem? Ga je iets productiefs doen, of ga je wiet roken? Ja. Ik weet niet of Luc al bezig is. maar jij hebt dus iets ondervonden met magneten. Kan je er iets over vertellen? Ik weet dat wij er al talloze verkeren over hebben verteld. En heel veel mensen die schrikken zich toch een beetje af dat wij een podcast van 7 uur hebben gemaakt. Dus, over magneten? De magnetische werking van het leven. Hè? Dus je zou spiritualiteit ook als een bepaalde soort magnetisme kunnen zien, denk ik. Heb ik dat goed? In mijn ogen zijn we allemaal een fractaal van het totaal. Dus welk woord je ook toepast, bestaat in het totaalpakketje. Je kunt alles verzinnen, dat zijn mensenconcepten. Ja, dus maar als ik zou zeggen van geesten zijn magnetische velden. Ja, elektromagnetische verstoringen, versterkingen. En dan krijg je met leelijnen weer te maken. Het is allemaal elektromagnetisme. Maar hoe dan? Dat we niet zien. Hoe dan? Net als met golven, die kunnen elkaar versterken en uitcancelen. Dat je geen beweging meer hebt. Ja. Nou, als je de juiste feng shui, dat is van de Japanners, dat betekent water, wind of wind-water. Alles wat energetisch beweegt, dat tuimelt over zichzelf. Het gaat nooit in een rechte lijn en het vult nooit de hoekjes. Dan komen we weer op dat water. Dat water wat door die achtvorm moest stromen. Weet je nog wat het daarover had? Ja, maar dit is Stef van Bremen met de magneten, waar ik het over had. En die achtvorm, dat zijn de flowforms. Dat is de Schauberger-methode. Ja, Maarten die ergens rondloopt, hebben ze bij hun waterbedrijf... weet ik veel hoeveel van die flowforms achter elkaar geplaatst... om het water dus te verbeteren en niet op chemische manieren. En die is nu bezig met geïnformeerd zand. Ik weet niet in hoeverre dat allemaal geheim is, dus ik kan je meer zeggen dan nodig. Maar er staat een nieuwe wereld voor ons te verwachten. Die staat gewoon letterlijk voor de deur. Het is een kwestie van open doen. Ja, want jij praat ook wel vaak over dat water informatie kan bevatten... en dat je die informatie kan beïnvloeden op een bepaalde manier, hè? De watermoleculen zijn dusdanig moleculen die een heel mooi raster kunnen stapelen... zoals Lego-blokjes. Maar ze hebben ook een dipoolmoment, een zogeheten plus- en minkant. Dus je kunt... Net als met programmeren, 1 en 0, je kunt informatie in de watermoleculen extrapoleren en erin stoppen. Tegen praten, bij wijze van. Bij water is echt wel een dingetje. Het gaat over die intentie, want jij bent ook weer een elektromagneet. Ja, want dan hebben we dus bijvoorbeeld een spiritueel proces, zoals bijvoorbeeld het zegenen van water of het zegenen van je voedsel. Ja. Maar daar ben je eigenlijk bezig met dus de energetische, magnetische situatie van dat soort objecten, die je dan op een of andere manier probeert te beïnvloeden. Kom je dan ook niet terug op het animisme? Dus bijvoorbeeld de Romeinen hebben natuurlijk heel veel van de Etrusken overgenomen, later van de Grieken. Dus wat wij allemaal weten van die... Romeinse goden zijn eigenlijk Griekse goden, maar dan net even een Romeins jasje. Maar daarvoor hadden ze een soort animisme. Dus het idee dat er bijvoorbeeld, eigenlijk de natuur zelf, de materie van de natuur, ook op een bepaalde manier bezield kan zijn. Misschien dat hier aan linkt? Ja, nou als je over spiritualiteit hebt? Dat zijn dezelfde processen die wij dus nu helemaal uitdokteren met allerlei wetenschappelijke termen, die zij vroeger dus geantropomorfiseerd hadden in allerlei goden en mensen die... Ja, ja. En dan kom je uiteindelijk op Dijksterhuis en de mechanisering van het wereldbeeld. Ja. Maar wat houdt het in? Kan je wat over toelichten? Ja, ook, dus ben ik een tijdje geleden dat ik weer bezig geweest ben. Moet ik eventjes echt diep graven. Maar, ik ben hier gewoon maar binnenkomen. Van, yo, Koningsdag, leuk. En Peter Jokko in mijn podcast. En nu ben ik beland in een gesprek met magnetisme. Hij is net hier 5 minuten binnen. Dan moet ik met zo goed als ik kan hier een beetje mee dealen. Maar nu ga ik erin. Dijksterhuis had een theorie over de mechanisering van het wereldbeeld. En zoals ik het een beetje herinner, is dat er een soort... er wordt eigenlijk verondersteld dat er een soort schepping is...
En dat God die schepping heeft en dat er ook een bepaalde natuurwetten zijn. En dus dat, er zijn regelmatigheden in de natuur. Je kan de natuur bestuderen. Daar kan je zinnige informatie uit leren. Maar uiteindelijk dat steeds onpersoonlijker werd. Uiteindelijk werd het idee van een soort God, een soort schepper of een soort platonische demiurge en goddelijke ambachtsman, dat werd langzamerhand allemaal overboord gezet. Omdat die natuurwetten op zichzelf al genoeg waren om voorspellingen mee te doen. En ook verklaringen die ook steeds uitkwamen, die bleken te kloppen. En uiteindelijk kom je ook op Auguste Comte en dan kom je op het positivisme en het idee dat we eigenlijk steeds verder toegaan naar anonieme natuurwetten. En uiteindelijk worden eigenlijk al die religieuze, theologische aannames worden min of meer overbodig. En uiteindelijk kom je uit zo'n universele taal van de wetenschap, waar eigenlijk zowel de essentiële wetten van de biochemie als van de natuurkunde uiteindelijk allemaal tot zo'n universele natuurwetenschappelijke taal zouden zijn terug te brengen. En dat eigenlijk de religie een soort over de evolutie van de hele menselijke kennisgeschiedenis gezien, dat eigenlijk de religies een soort voorstadium zijn om dan uiteindelijk tot die soort universele taal die eigenlijk alle natuurkundige processen kan bevatten en uitdrukken, om daarin terecht te komen. Oké. Jij hebt een hele praktische uitwerking op bijvoorbeeld het revitaliseren van water. Hè? Dus waar mensen dan al eeuwen mee bezig zijn met het instralen van bepaalde zaken, het informatie toevoegen aan bijvoorbeeld water, wijwater. Jij hebt daar een hele wiskundige oplossing voor bedacht. Kan je daar iets over vertellen, over jouw magneten? Ja, dit is dan een trucje waar we twee magneten met de noordpolen tegen elkaar aan zitten. Er zit een ijzeren ring tussen. En dat spanningsveld van die noordpolen tegen elkaar is gigantisch. Die duwen elkaar weg, als ik dat goed begrijp. Nee, die blijven zitten door die ijzeren ring. Die ijzeren ring, ik zal het straks een keertje voordoen, die zorgt ervoor dat aan de ene kant van het ijzer, ook zodra een magneet ijzer raakt, wordt ook een magneet. Dus dan krijg je in die ijzeren ring voor beide magneten een noord- en zuidpool. En dan blijft hij net plakken. Maar normaliter zouden twee noordpolen elkaar afstoten. Ja, Oké. Dus dat had ik wel. En die kracht die voel je ook en dan ga je op een gegeven moment doorheen en dan klik je vast. Dat is een beetje die rare brain fart van dit zou eigenlijk niet moeten kunnen, maar het werkt. Op het moment dat je daar water doorheen laat stromen, want het zijn ringmagneten, dan verandert het water, even simpel gezegd. Okay. En dat is weer vanwege dat dipoolmoment van het water. En wordt het water dan gereset tot, zeg maar, tot zijn natuurlijke staat? Daar lijkt het een beetje op. Okay. Net als wanneer je natuurlijk vanuit met de zon gaat stoom destilleren naar een wolk en dan gaat regenen. Dat is een gigantisch proces. Dit lijkt eventjes zo. En dat reset is dan geen waterzuiveringsproces in die zin dat stoffen die in het water zijn opgelost, die blijven nog steeds aanwezig. Maar op een soort elementaire niveau wordt eigenlijk, laten we zeggen, een beetje de quarks van het water wordt eigenlijk gezuiverd. Ja, ik zie het vooral dat een H2O is een interessant molecuul, want de zuurstof is 16 gram per mol en een waterstofproton is 1 gram per mol. Dus een gigantisch verschil qua grootte. Aan het zuurstofatoom zitten ook extra elektronen. Die elektronen bepalen of het water dus functioneert of niet. Ja, het draait ook op stroom, net als een batterij draait op stroom. Dus ook zo'n Tibetaans geluid dat er heel lang meegaat. Alles wat leeft draait op elektronen. En die elektronen zijn zodanig nodig dat als je je water met elektronen drinkt, heb je goed water. Als je je water zonder die elektronen, excess elektronen eigenlijk, om het mooi te zeggen, drinkt, heb je slecht water. En dan die vervuilingen die oplossen in water, dat gebeurt ook weer onder elektromagnetisch vlak. Dus die watermoleculen die gaan met de plus of min kant naar een ander molecuul zitten om de lading te... En dit raakt dan aan entropie? Van hoezeer een molecuul nog geladen is met elektriciteit. Daar komt het een beetje op neer. Okay. En dan zou je zelfs kunnen zeggen dat net als met een sterke magneet, we gaan nu langs Peter's apparatuur en alles is klaar. Ja. Dan zeg maar dag tegen het apparatuur. Ja, maar daarom is het ook zo belangrijk om papieren boeken te blijven uitgeven. Juist. Dat doe ik dus ook bewust. En daarom zie je alles in de oudheden in steen afgebeeld worden. Ja. Dat gaat langs ermee. Ja, Rex Augusta om iets te noemen, Rex Gesta inderdaad. De informatie die we uit het Romeinse Rijk hebben is voor een heel belangrijk deel inderdaad in steen gebeiteld. Daarom hebben we niks van de Germanen en de Vikingen, omdat die alles in hout kerfden. Ja. Ja, en zo is het ook met, weet je nou, ik zat gisteren nog te kijken. Joh. Ja, we hebben wel wat, we hebben de Maori's, de Maori's en dergelijke, allemaal met de mond gesproken, de Indianen, ook wel wat de grondschindelingen, maar... Kijk, zijn die allebei voor kijken? Kijk, nu komt het allemaal goed, mensen, ik heb bier. Oh, ja, weet. Applausje voor het bier. Ik heb nog één slok. Ik heb hier twee bier dus. Hey. Ja, want wat heb jij precies voor een ring daar om je bier heen zitten? Wat is dat voor gekkigheid? Kun je dat eens even uitleggen? Dat is de Ring of Harmony. Ik weet niet waar de camera op het moment staat. Ja, dat is die. Mensen. Deze ring is van... Het verhaal, Maarten is meer in verdiept, maar schelpenmortel. En een schelp is ook... Als je iedere schelp bekijkt, zie je of laagjes of een vorm. De spiraal, dat is een Fibonacci-spiraal. Dat is de energetische De gouden basis ratio van leven. Ja, de gouden ratio. En die komt ergens vandaan. En in het magneetveld, er zijn beelden op YouTube waarbij het magneetveld gevisualiseerd wordt.
met een heel dun laagje ijzerdeeltjes tussen twee glasplaten. En dan zie je holografisch de magneetbanden naast elkaar. Dus als je het ziet, dan ga je het begrijpen. Kan ik me weinig mee voorstellen. Ja, je begrijpt het pas als je het ziet. Ja, die ring is gemaakt van vermalen schelpen, van de strand. Ja, want die schelp, dat stukje kristal, heeft dus weer een frequentie. Want ieder kristal is Lego-blokjes gestapeld in een manier wat weer de ether kan geleiden. Dat is een hele leuke, simpel feitje met wetenschappelijke mensen. Wij zien ongeveer 1/2000ste van het elektromagnetische spectrum naar wat er is. We zien praktisch niks. En kom je dan ook op dieptestraling en zo, van de kosmos, dat er nog een heleboel... Ja, en dan zit gelijk weer met kwantummechanica, want straling is een snellendere factor. Het is interessant als je... Ik zou zeggen, kijk de podcast, dat is maar 7 uur lang. Oh ja. Amen. Nou, heel misschien dat ik in die tijd Resident Evil kan uitspelen, maar ik ben er bang voor. Je kunt er gewoon aanzetten tijdens. Ja, dus ik kan ver nog. Ach, wat is 7 uur mijn mensenleven? Hè? We pakken hem zo meteen nog wel eventjes in. Ja. Maar de hele materie, net als deze tafel, de microfoon, jij en ik, het is gecondenseerde energie in mijn ogen. En hoe hoger de condensatiegraad, hoe vaster het wordt. Ja, maar dat is toch ook bekend? Van energie kan eigenlijk niet vernietigd worden en materie kan ook niet vernietigd worden. Het kan lekker omgezet worden. Oké, je hebt wel annihilatie met positieve en antimaterie en zo. Maar goed, dat is weer een complexer proces. Maar ook toen de atomen bijvoorbeeld afgingen, zijn er een paar gram of zo gewoon echt verdwenen. Aan totale massa is gewoon... verdwenen, zeg maar. Dat is energie geworden, wat weer elders is. Er is toch wel een bekend verhaal binnen de alchemie in ieder geval. Dan heb je monoatomair goud. Dus goudatomen die dusdanig klein zijn opgebroken, waardoor het een geelachtig poeder wordt. Als dat verwarmd wordt, dan verdwijnt het uit het zicht. En ook qua gewicht op de weegschaal. Oh, dat wist ik niet. Ja, ik heb het ook zelf nog niet getest. Nee, het lijkt me een beetje kostbaar om te testen. De wereld wordt met de dag gekker, dus ik sta overal voor open. Maar er zijn sowieso, kwantummechanica vertelt ons, alles kan. Oké. Okay. We gaan er een beetje doorheen racen vandaag. Ik laat jou nog heel even zitten, want we gaan het hebben over voeding. We gaan zo praten met de boeren Corel, zeg ik dat goed? Karel, sorry. Ik heb je met CO geschreven, maar dat ligt aan mij. boer Karel, en dan laten jij er even bij. Dus 10 minuutjes doen we het dan. Wisselen af. Dan neem ik nu even afscheid van jou, Sid. Dan bedank ik je heel erg voor het openen, het spitsafbijten hiervoor. Ja, en dan kan je voor de rest weer genieten vanavond. Ik hoop dat het meerwaarde had wat ik hier te melden. Sowieso. Hey, hartstikke bedankt, Sid. Ja, nou tot ziens. Nou, applaus voor Sid, mensen. Oh, en hebben we iemand gevonden die voor ons komt koken? Oh ja, heel belangrijk even te melden. Over eten gesproken. Ja. Ja. Moet ik dat melden? Ja, doe maar. 9 mei, hè? Doe jij maar melden. Ja, nou, ik zal het melden. 9 mei komt Mathieu voor ons koken in de uitzending, live tijdens onze stream. Wordt fantastisch. Gouden gast, wordt lachen, gieren, brullen. Kijk allemaal, zet het maar vast in je agenda. 9 mei gaat het los. 9 mei of zoiets. Heb ik me laten vertellen. Ja, jij zei de week van 8 mei en toen waren we 9 mei. Ja, nee, is helemaal goed. Ja. Als je houdt van gamen en van koken en van interessante gesprekken, dan raad het zeker gesprekken aan te kijken. Gesprekken op niveau, authentieke gesprekken. Oké. Okay. Nou, en dan schuiven we nu eerst aan boer Karel. Heb ik dat goed? Zeg ik dat goed? Ja, helemaal goed. Zo. Het is... Waar is het te zacht? Overal te zacht. Ja, ik kan niet te hard... Horen jullie zo'n beetje tenminste? Of ik kan het nog wel iets harder zetten zo? Ik moet uitkijken dat het niet gaat rondzingen. Hier, kijk, daar komt hij al. Dus ik probeer het maximaal te pompen. Anders moeten jullie maar gewoon dichterbij komen staan. Of tegen een speaker aan, zoals we dat vroeger bij de Raves deden. Dan komt het helemaal goed. Boer Karel, welkom hier. Je mag... zo dicht mogelijk bij de microfoon, heeft hij graag. Bijna opeten. Schuim maar een stukje naar voren. Ja, net niet opeten. Opletten dat ik hem niet inslik. Ik heb net een heerlijke hamburger van jullie op... Jij bent hier met kaas. We hebben een hamburger daar zo. Ik heb net een heerlijk blokje kaas van jou op. Dat is beter. Ja. waar komt jouw kaas? Hoe ga je om met jouw kaas? Nou, ik kan dan beter even het verhaal in het kort vertellen. Ik heb boerderij bij 's-Hertogenbosch. Ik doe alles met 25 koeien. Ik doe zelf verzuivelen. Onze koeien, laat even vooraan beginnen. Onze koeien lopen zomer en winter lekker in de wei. 100% gras gevoerd. Geselecteerd op het begin dat ze mensen met overgevoeligheid voor zuivel kunnen het ook verdragen. En wij doen alles op de natuurlijke manier. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen, puur natuur. En wij doen sinds een aantal jaren alles zelf verzuivelen, dus yoghurt, pudding, chocomel, kaas sinds een jaar en sinds kort ook boter, karnemelk. Dus complete pakket doen we zelf verwerken, zelf verkopen. Oké. Ja, want je hoort dus wel vaak dat wij eigenlijk niet gebouwd zijn om zuivel te eten. Hoe sta je daar tegenover? Ja,
Als je gezonde zuivel koopt van 100% grasgevoerde dieren, is het alleen maar goed. Maar het gaat erover dat het puur natuur is. En als het dan ook nog kleinschalig geproduceerd wordt met liefde voor de dieren, ja, dan is het alleen maar extra. Ja. Ben jij een zuiveleter, Staf? Ik ben een zuiveleter, ja. Eter. Maar geen zuiveldrinker. Geen zuiveldrinker? Nee. Kaas, één grote fan. Ja. Ja, als het goed is, zitten ze op de achtergrond en zijn ze bezig met het geluid ook. Jij staat hier ook met jouw kraampje. Met jouw kraam, sorry. Wat kunnen mensen allemaal verwachten van de kraam? Sorry? Wat kunnen mensen allemaal verwachten van de kraam? Ik kan even de koptelefoon opzetten en dan horen we elkaar. Nee, nou in ieder geval, we hebben gewoon alles. We hebben alles bij, we hebben zelf produceren op de boerderij. En aangevuld met nog wat truffels, ook gemaakt van onze zuivel. Wat kaas, koekjes, ook van onze zuivel. En ja, gewoon het complete pakket. Dus we bieden alles aan wat we hebben. En verder staan wij op markt. Dinsdagsmorgens in Den Dungen. Woensdags Waalwijk. Vrijdags Tilburg Noord. Zaterdags Tilburg Centrum. En verder donderdags op de boerderij. En zaterdags op de boerderij. En wat ik graag naar voren wil brengen. Ik zit op een boerderij tegen 's-Hertogenbosch. Die boerderij die heb ik in het verleden gehuurd, gepakt. We zijn nu op het punt gekomen dat ik hem over kan kopen van de gemeente Den Bosch. Alles is getekend. Ik moet alleen de financiering nog even bij elkaar halen. En dat willen we niet op de standaard manier doen. Maar dat doen we eigenlijk het liefst met wakkere mensen. Die dus een beetje snappen waar ze mee bezig zijn. En daar ligt onze voorkeur. En dan hebben we dus een crowdfunding opgezet. Ja. Er schiet me iets te binnen. Is melk te revitaliseren, Stef? Mogelijk, er zit veel water in. Is dat iets waar je... Ik weet dat bij Maarten en Boeren, die doen zelf mest revitaliseren. Dan gaat het anders uit de tank. Poep. Is er wel eens iets waar je over na hebt gedacht, om melk te revitaliseren? Wie? Melk te revitaliseren. Zover zijn we nog niet gekomen. We zijn al wel met van alles bezig, maar daar zijn we nog niet meer verder gegaan. Dus daar is misschien nog het een en ander over te vertellen. Ja, want jij hebt, heb je magneten bij je, toch? Ja. En de trechter. Ze kunnen allerlei drankjes door de trechter heen halen en proberen. Waar kunnen mensen zo naar jou toe komen om eventueel te gaan testen met water en kijken hoe die magneten werken? Ik denk dat als jij klaar bent met heel de podcast, misschien hier gewoon in de hoek. Ja? Dan, na zessen wordt dat dan pas? Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik jou afwisselen voor... In ondertussen tijd, weet je, ik loop hier rond als je dingen wil weten over water of iets wil proeven. Ik heb hier mijn magneten liggen, mijn trechter ligt ook ergens in mijn tas. Nou. Dus we kunnen eraan beginnen. Ik regel wel wat karaffen en dergelijke. Maar dan, het is ook makkelijker als dat per persoon een beetje gaat. Niet te veel. Okay. Het is eenmaal informatie. Nou, als mensen nog vragen straks hebben voor Stef, dan kan je hem gewoon opzoeken. Hij loopt hier in het wild rond. Dus dan ga ik voor nu even afscheid nemen van jou. Ja, en dan gaan we even door. Even ontbijten. Ik ga zo'n, hoe noem je dat? Broodje hamburger halen. Oh ja, hier. Moet je even wachten. Want de chefkok die zit zo meteen hier. Ja. En zo'n kies van Lieve. Ik neem aan dat Lieve bij jou werkt. Zo'n kies en een brownie, die heb ik ook al mijn naam opgezet. Het komt helemaal goed. Helemaal goed. Dunken. Nou, bedankt Stef. Oh, graag gedaan. Applausje voor Stef, mensen. Hey. Oh. Veel plezier doen. Mag jij hier plek nemen? Dan gaan we door naar de volgende gast. Ja, we roleren aardig door. We wachten, je hebt hem daar helemaal open staan. Hij staat vol in de knoop. Dus we moeten heel even het geluid afstellen. Heel even het geluid afstellen? Oké. Oké. We moeten heel even wat... Wat noodsituaties doen. Ik kan hem wat zachter zetten hier. Als je dat wil. En dan kan je hem wat harder zetten daar. Eens even kijken. Dan geef zo meteen maar een thumbs up. Als wij... Ik leid jou zo heel even in. En dan ga ik ondertussen heel even lullen. Voor de mensen die nog niet weten wat hier allemaal gaande is. Ik heb een podcast, de Poppenkast. Als je denkt, wat een zooitje is dit. Dat is de bedoeling, dat is mijn concept. Ik kom uit de media. Daar wordt altijd heel erg gepraat over hoe zaken gepland moeten zijn. Hoe zaken helemaal uitgedokterd moeten zijn. Wie wat precies gezegd moet hebben. Ik heb zoiets, we laten dat helemaal los. En ik hoop dan in het proces daarvan een unieke manier van gesprekken tot stand te kunnen brengen. Normaal ga ik gesprekken aan van 7 uur, 8 uur.
Horen jullie nou? Ja, helemaal top. Kijk eens aan. Normaal ga ik gesprekken aan van 3 uur, 4 uur, 5 uur, zolang het nodig is. Vanavond heb ik een lijst met gasten, dat zeg je u tegen. Dus je zal mij ongewoon snel er doorheen zien banjeren. Dat is al, we hebben al een flinke start gemaakt. Volgens mij kunnen we verder. Dus kunt u zichzelf even voorstellen? Ja, ik ben Henny van Grinsven van varkensbedrijf Puur Burger. Mag ik eens dichter bij de microfoon ik komen? Ik moet even wat korter bij. Ja. Wij houden het burgervarken en de durkie, dat is het eigen ras. En die lopen bij ons allemaal buiten. En wij hebben een streekwinkel en daarvoor markten we onze varkens. En, ik heb net een heerlijke hamburger voor mogen eten. En wat is het verschil tussen normaal vlees en het vlees wat jij hanteert hier? Tussen het normale vlees, tussen haakjes, is een gecreëerd, samengesteld varken. Dat zoveel mogelijk kilo's kan maken in 6 maanden. En in die 6 maanden loopt hij heel veel injecties op. Om zo gezond mogelijk tussen haakjes te blijven. Het bevat zeer veel water. De smaak is ver te zoeken. Onze varkens is een typisch Engelse Berkshire ras. Gelukkig kunnen die niet in de reguliere varkenshouderij gebruikt worden. Maar wat is een Berkshire ras? Berkshire is Engels. Het varken heeft grote zwarte haren. Het wordt enorm groot. Het groeit veel te traag voor reguliere varkens. En die hebben wij gekruist met een Amerikaans Duroc, ook buitenvarken. En dan hebben we onze durkie uitgecreëerd. En dat is het ultieme varken voor spek en de hamburgers en vlees. Oké. Okay. Is dat iets waar jij ook tegenaan loopt? Want je bent natuurlijk ook met koeien bezig, met de zuivel en zo. Nou, Henny en ik zijn elkaar op een gegeven moment in contact gekomen omdat wij het kleinschalige dus zeer waarderen. En wij hebben niks met de grotere en wij zijn met hem gekomen omdat hij gewoon 12 zeugen lekker buiten lopen. Dag en nacht lekker buiten, biggetjes worden buiten geboren en gewoon super lekker vlees. En daar zijn wij nou ook, dat we dat ook aanbieden aan onze klanten. En onze klanten willen contact brengen met hem. Dan kunnen we elkaar helpen. Ja. Want kleinschalig moet elkaar steunen. Ja, want het is al een beetje waar heel veel boeren, ondernemers, notabene tegenaan lopen. Dat ze uiteindelijk in het hele systeem vastzitten. Hè? Dat ze zeggen van ja, ik moet wel laten afnemen door grote maatschappijen. Want anders dan kom ik niet aan de winst toe of dan loop ik gewoon vast financieel. Heb je advies om er zeg uit die molen te komen op een of andere manier? In mijn beleving is gewoon de meeste boeren hebben gewoon heel veel koeien. En ook heel veel schulddikkels. Alleen, als ze dan op een gegeven moment wijze spreken verkiezen om kleiner te gaan en ze verkopen de fosfaatrechten en ze verkopen een partij van de veestapel, dan hebben ze misschien geen schuld meer. Alleen het probleem is, als je een grotere bent, dan komen ze melk halen. Als je naar het zikken met 25 koeien, dan komen ze de melk niet meer halen. Dan zeggen ze, ja, je moet minimaal 50 koeien hebben, anders komen we niet eens. Ja. Nou, en zo hebben wij vorig jaar maart gekozen om ook degene die eerst kwam met zijn melk ophalen en dan werd naar Kinderdijk gebracht om kaas te maken. Alleen daar hebben wij vorig jaar voor gekozen, op een gegeven moment bewust, om zelf te investeren in de kaasmakerij en cursussen te volgen om een goede kaas te krijgen. Maar sindsdien zijn we helemaal onafhankelijk. Dus ja, dan kunnen we ook gewoon blijven doen met 25 koeien. En zo kan het Henny blijven doen met 12 zeugen. Met zijn streekwinkel en met zijn lekkere vlees. Zo te horen hebben jullie geen lening bij de Rabobank afgenomen. Nee, ik heb 0 euro schuld bij de varkenslijn. Kijk, de varkenslijn? Ja, ik heb een bloemenkweekbedrijf, een bloementeelbedrijf. Ik heb een kleine potplantenkwekerij rechtstreeks voor de particulier. En we hebben camper overnachtingsplaats. Die hebben we speciaal gecreëerd om die mensen kennis te laten maken wat er met boerenleven echt is. En bij ons in het dorp zitten 8 streekwinkels. Ik heb met 0 streekwinkels van die contact. Want dat zijn reguliere koeien, reguliere varkens. En die passen niet bij ons bedrijf. Dus mensen kunnen gewoon langskomen bij jullie op het trein en zelf ervaren hoe jullie het vlees tot stand komt. Ze kunnen bij ons op het trein komen en zien ze varkens al lopen voordat ze zijn. Komen ze naar achter gereden, zien ze een streekwinkel. Stappen ze uit, dan zien ze de kippen loslopen en ze zien de varkens in de andere weide staan. En als de varkens verplaatst worden, dan telen wij daar onze groentes op. Oké.
En kunnen ze u dat dan ook vinden, daar met zuivel? Of, sorry? Verkoop je ook zuivel bij op het terrein van... Ja, wij zijn er ook mee begonnen. Ja. Dat is onze zuivelband maar aanbieden. Het is echt een samenwerking. Ja, maar A2, of de puurste zuivel, past bij ons. Omdat die koeien gewoon altijd buiten lopen. En collega's, streekwinkels bij ons in het dorp, die hebben reguliere varkens. Ja, die willen wij niet hebben. En het koeienvlees, daar willen wij er ook niet van hebben. En het kalfvlees al helemaal niet. Nee. Ja, want hoe wordt er omgegaan met de dieren bij jullie? Bij ons is al het vlees oningeënt, ongespoten, ongecastreerd. Maar dat is helemaal niet nodig. Dus wij doen de dieren geen leed aan. Oké. Okay. Ze verbruiken nul energie, want ze zitten gewoon buiten. Ze hebben allemaal een droog hok. Varkens poepen niet binnen, plassen niet binnen. Dus daar hebben we geen werk mee. En ik kan de hokken gewoon met tractor verzetten. En dan krijgen ze een nieuw gedeelte. En die grond is bemest, losgewoeld. Wij doen hem met een tractor egaliseren en dan gaan onze groentes op. Oké. Okay. Dus het cirkeltje is dan rond. Klinkt als de ideale voedsel. Ja, we hebben wel voedselzekerheid gecreëerd bij ons in het bedrijf. Ik doe het samen met mijn vrouw, maar het wordt, we moeten een klein beetje hulp hebben. We hebben enkele vrijwilligers, dat lukt nou goed. Je wil wat zeggen? Jazeker. Ja, ik wil even interrup. Hij doet het. Ja, hij doet het. Hallo? Mag ik even jullie... Hallo? Ja, nou doet je niet. Ja, kom maar. Degene die hier staan, die willen het verhaal horen. En het is heel erg rumoerig. Dus als je echt wil praten, ga even buiten staan. En dan kunnen de andere mensen alles verstaan. Dus dan vraag je een beetje rustig met de praten. Want anders zitten hun hier voor Jan met de korte naam. Ik ben blij dat jij zo streng bent. Ik wou het zelf niet zeggen, maar daar heb je ons erg mee geholpen. Wij doen op donderdags bij de open mic altijd even bellen als er is. Oké. Ja, helemaal mooi. Dus het bericht is duidelijk. Kunnen jullie alsjeblieft even je kop dicht houden? Nee. Met alle respect. Eens even kijken. Hebben jullie nog iets advies voor andere agrariërs die eventueel ook los willen komen van de molen van, waar heel veel mensen zich in bevinden? Ik denk dat het grootste probleem is dat ze het zelf tussen de oren moeten hebben dat ze het zo willen gaan doen. En regeltjes en weet ik allemaal wat. Ja, dat wordt alleen al ziek van al die controleurs en weet ik wat. Maar goed, je moet het zelf goed willen doen en dat mensen kunnen vertrouwen. Ik wil zeggen, ik ben biologisch gecertificeerd geweest tot 2 keer toe. En 2 keer toe de organisatie bestolen op basis van onwaarheden. Ja, op een gegeven moment heb ik gezegd, toedeloe, dan maar geen certificaat. Wij doen het op de puur natuur manier en dat is het belangrijkste. En onze klanten vertrouwen ons en de groep mensen die bij ons kopen wordt alle weken groter. En ja, wij zijn nu in ieder geval zover, dat wou ik dat dan nog even zeggen voordat we dadelijk... We zijn nu zover dat we die boerderij gaan kopen en dat willen we met crowdfunding doen. En wij hebben niet al gezegd, wij zoeken mensen die dus mee willen doen in de voedselzekerheid. Want vroeger was het voedselveiligheid. Maar tegenwoordig is het ook belangrijk dat je weet waar je voedsel vandaan komt en dat ook op een goede manier geproduceerd wordt. Nou, en dat meedoen, in principe had ik gezegd vanaf 1000 euro inleg kunnen ze 3% rente krijgen in de vorm van producten. Maar als mensen van 500 euro mee willen doen, is het ook goed. Dus we willen de boerderij gewoon kopen zonder bank en dat is de insteek. En ik ben er gewoon van overtuigd dat dat gewoon gaat lukken. En ik heb al veel toezeggingen. Alleen nog om het de komende maand allemaal uitvoeren. Oké. Okay. Wil je daar ook nog wat aan toevoegen? Nou, ik heb er weinig aan toe te voegen. Alleen net over die boeren om naar ons toe te trekken. Maar die boeren kunnen dat niet, want die staan allemaal onder contract. Er zit een grote schuld op de boerderij. En iedere boer wil het grootste worden. Dus ja. Het is ook een bepaalde mindset waar je in moet zitten. Ja, daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. Less is more misschien. Ja, ze willen allemaal veel grond hebben, want dan mogen ze veel koeien houden. Of varkens, of kippen. Dat is allemaal hetzelfde. Maar ze onderscheiden zich niet met de producten. Alleen met de massa. Ja. Ja, maar als ik jou zo hoor, dan is het ook gewoon goed om veel verschillende ondernemingen gaande te hebben op het terrein. Ja, wij zijn van alle markten thuis. Wij doen zaken met Vinkelse Molen. Met de stofvreters uit Nistelrode, die doen graan, dorsen op de manier van vroeger. We doen zaken met de Heijshoeven, die staat helemaal groen.
En zo hebben onze bedrijfjes allemaal geselecteerd. Maar ook onze afnemers. Oké. Kijk, de puurste zuivelkarel is er dan één van. Maar zo hebben we er toch wel plenty. En het valt niet mee om het hele assortiment in de winkel te krijgen. We hebben ons eigen brood één nummer vrij. Maar de stofvreters hebben dat weer geteeld voor ons. En zo kunnen we het cirkeltje voorzichtig rond krijgen. We maken ons eigen broodbeleg. Dus en ja, de zuivel hebben we al. En dan zijn eigenlijk de schijf van 5 is eigenlijk bij ons in de winkel aanwezig. Alles is te halen, hoeft niet meer naar de supermarkt. Bij ons, alles is eigenlijk bij ons wel te halen. Ja. Alleen mayonaise en zo, ja, dat hebben we niet. Maar het is hartstikke is makkelijk zelf te maken eigenlijk, hè? Het is makkelijk zelf te maken, dus we gaan ook zonnebloemolie persen in de herfst. En eieren hebben we anders buiten kippen, dus dan komt de mayonaise er ook aan. Nou, dat klinkt hartstikke ideaal. Ja. Nou, dan ga ik jullie hartstikke bedanken, heren. En dan hou ik jullie niet verder af van jullie werk, want volgens mij hebben jullie nog heel veel monden te voeden hier. Ja, er staan heel veel mensen met de hamburgers te wachten. Dus. Snel de hamburgersbak. En dan gaan we door naar de volgende gasten. Bedankt. Applausje voor de heren, dames en heren. Hey. Ah, hier stond bier. Ja, de volgende gast is Ellen, zeg ik dat goed? Helemaal goed. En Ferdy mag er ook bij als het kan. Zeg ik dat goed? Of nee, sorry, Rutger. Pardon. Ik haal straks iedereen door elkaar heen. Ik had straks ook nog een oh nee, dat is inderdaad Boeker en Henry en Rutger Bos. Hè? Ja. Dan doen we hierna doen we Hendrik en Rob voor jou. Nee, dat weet helemaal goed. Jij mag een stukje dichterbij komen. Mag kleine, zoals ik zeg maar bij de microfoon zit, mag het best wel, mag hem een beetje opeten. Zo beter? Ja, kom er maar een stukje dichterbij. Oké. Okay. Ja, helemaal goed. Zo, ja, dan zijn we weer. Met wie heb ik het genoegen hier? Ja, ik ben Ellen. Ik ben orthomoleculair epigenetisch therapeut. Ik zei jou net al, er zegt niemand iets. Maar goed, ik ben met natuurlijke gezondheid bezig. En vooral het epigenetische stukje, dat betekent dat je als hulpverlener of als therapeut naar alle omgevingsfactoren kijkt die invloed hebben op jouw gezondheid. En met wie heb ik hier het genoegen? Ik ben Rutger Bos. Ik ben psychosomatisch fysiotherapeut die zich de laatste jaren meer is gaan verdiepen in lichamelijke trauma's. Nee. En traumatherapie. Ja. Ja. Nee. Oh. Mag ik zo in praten? Yes. Ja. Okay. Top. Ja, het is altijd verwarrend, die condensatormicrofoons. Maar we komen er wel uit zo met z'n allen. Heel. Orthomoleculair. Ik hoor dat steeds vaker de laatste tijd. Wat houdt dat? Ik bedoel, natuurlijk de stoffen, de processen in het lichaam. Ja, orthomoleculaire stoffen zijn bouwstoffen. Dat kunnen natuurlijk ook gewoon voedingsstoffen zijn. Ik hoorde net al het mooie verhaal van de boer. En ik heb niet verstaan wat meneer met dat mooie leren schort deed. Ja, dat was boer en kaasboer en een vleesboer. Kaasboer en een vleesboer, ja, fantastisch. Want als we het over natuurlijke voeding hebben, er zitten natuurlijk veel meer bouwstoffen in dan al die fabrieksvoeding. Orthomoleculaire stoffen zijn ook stoffen die je uit een kruid kunt halen of uit een pilletje, een supplement kunt halen. Nou is het wel zo dat heel veel dingen tegenwoordig niet meer echt zuiver zijn. Dus je moet echt wel weten waar je je supplementen vandaan haalt. Nou ja, goed, daar kan ik advies over geven in mijn praktijk. Dus niet alleen die bouwstoffen zijn belangrijk. Het gaat natuurlijk ook aan de voeding die je van buitenaf krijgt. Hè? De verbindingen die je hebt met mensen. Wat je jezelf geeft aan ontspanning. Wat je voor leuke dingen doet. Dat is natuurlijk ook allemaal voeding. Emotionele en geestelijke voeding. Dus dat beschouw ik ook als orthomoleculair. Want wat doet zeg maar die kunstmatigheid die we tegenwoordig allemaal in de supermarkt ondergaan, wat doet dat met onze gesteldheid? Nou, in principe passen eigenlijk alleen maar natuurlijke stoffen die dezelfde opbouw hebben als die wij hebben. En op het moment dat je iets synthetisch inneemt, dan herkent het lichaam het al niet meteen. Je lever moet heel hard werken om het dan om te zetten. Op het moment dat je lever heel hard moet werken, het moet ook al heel veel andere dingen doen, ontgiften. Ja, dan verzwak je dus je eigen lichamelijke gesteldheid. Ja. Heb je er iets op toe te voegen? Nee, ik vond het eigenlijk wel mooi hoe je het zo vertelt. Ja, zeker. Ja. We zitten natuurlijk nu in een maatschappij waar heel veel mensen bezig zijn met een symptoombestrijding. Heel veel mensen hebben geen idee wat er in hun lichaam gaande is. Gaan naar de dokter, krijgen dan vervolgens
wat pilletjes toegediend. Maar als ik jou zo hoor, dan kunnen we dat echt bij de kern aanpakken. Ja, zeker. Nou, het grappige is dat als iemand naar de dokter gaat, dan zit hij al vaak, en dan heb ik het gewoon over doorsneeklachten, dan zit hij vaak al op de top. Je gaat als het het ergst is. Maar dan ben je eigenlijk alweer op de weg terug. En het grappige is, ik heb onlangs een bijscholing gevolgd van Dick Bijl. Ik weet niet of we die allemaal kennen. Die heeft zich ook wel laten horen in het coronadebat. Die man heeft 25 jaar onderzoek gedaan als huisarts naar inderdaad de farmaceutische industrie. Naar allerlei onderzoeken, experimenten, naar ontwikkeling daarvan. En als huisarts kon hij zeggen dat er heel veel mensen inderdaad op het moment dat ze zo'n klachten hadden, dat ze eigenlijk al op de weg terug waren. Hij zei, goed luisteren naar die mensen. Een hand op hun schouder. Ze serieus nemen. Een beetje troost geven. Ja. Zeggen dat ze flink wat sinaasappeltjes moeten eten. En het is alweer prima. Dus in principe heb je heel vaak medicatie niet nodig. En wij zien ook heel vaak bijvoorbeeld in verpleeghuizen dat ouderen medicijn op medicijn op medicijn krijgen. Op een gegeven moment helemaal apathisch. Niet meer kunnen meedoen. Komen niet meer buiten. Maken geen vitamine D meer aan. De gezondheid gaat sterk achteruit. En soms besluit dan een verpleeghuisarts om dan alles te stoppen. Alle medicatie. En je ziet die mensen na 2 weken helemaal springlevend worden. Ja. Dus eigenlijk heeft die lever het zo zwaar om alles op te zetten en op te ruimen, dat je mensen eigenlijk alleen maar zieker maakt. Ja. Dus er is veel te zeggen voor de natuurlijke manier van genezen. Maar daar moet je heel veel lef voor hebben. Je moet echt moed hebben. En je eigen patronen een beetje kennen. Je eigen lichaam goed kennen. Maar ook naar de signalen luisteren. En daar zijn we een beetje vergeten. Ja, maar Rutger, hoe sta jij tegenover medicatie? Nou ja, er zijn echt wel sommige delen die daar wel een invloed op kunnen hebben. Die een positieve effecten op kunnen hebben, maar er is nooit een afbouw. Ik zie dat, als ik het op mijn vakgebied mag neerzetten, op chronische pijn, dan wordt er heel veel pijnmedicatie, wat op korte termijn effectief kan zijn naar een operatie, maar op langere termijn verliest het zijn functie, maar blijft het nog wel zich voorschrijven, waardoor mensen veel meer medicatie nodig hebben, terwijl het effect daarvan juist veel lager wordt, wat uiteindelijk ook weer invloed heeft op de leverfunctie, op darmfuncties. Want die moet al die middelen weer afbreken. Ja, want het is wel een beetje de situatie waar nou heel veel mensen in zitten. Die zijn medicijnen aan het slikken om de bijwerkingen van medicijnen weer te onderdrukken. Ja, ja, een bijwerking wil eigenlijk alleen maar zeggen dat jouw lever het niet goed genoeg kan omzetten. Dus de vraag is of je het überhaupt moet gebruiken. Sommige mensen missen bijvoorbeeld ook een enzym daarvoor. En die bouwen hun toxines zo ver op dat ze daar inderdaad ziek van worden. En dan moet je er weer iets anders voor gebruiken. Ja. Kun je iets aanraden voor mensen die nu heftig onder de medicatie zitten? Hoe bouw je zoiets af? Ik denk wel met hulp van een professional. Het rustig afbouwen met een afbouwschema kan met mijn vakgebied is alleen pijn. Om daar wel stapsgewijs pijnmedicatie af te bouwen en ook kennis te hebben van wat is ook breder pijn. En pijn is niet alleen de fysieke reactie daarin van, maar ook een emotionele toestand en een sociale toestand wat een uitwerking heeft op jouw lichamelijke sensaties en perceptie. Ja, want sommige mensen zitten ook met fantoompijnen en dat soort zaken. Ja, dat klopt. Heb jij daar ook medicatie voor? Of is dat, want dan ben je er meer op psychologisch vlak mee bezig, lijkt mij. Men denkt dat het vaak een psychologisch effect heeft, maar het heeft ook een biochemisch effect. Is dat het lichaam nog steeds denkt dat er een bepaald ledemaat daarin is. Dus als jij dat continu wil onderdrukken, is het juist ook de kennis ervan van wat gebeurt er allemaal in mijn systeem. Ja. Wat gebeurt er nu met mijn lichaam? En dat zien we heel vaak terug, dat mensen door medicamenten niet meer weten wat gebeurt er nu in mijn lichaam. En een medicament moet dat dan oplossen. Terwijl de kennis erover, wat gebeurt er in met me? Wat ben ik kwijtgeraakt? Hoe zit het verwerkingsproces dat er iets is van me weggegaan? Dat daar ook een uitnodiging is van wat speelt er juist in me, om daar wat meer duidelijkheid over te krijgen in plaats van hoe bestrijd ik mijn lichaam. Ja.
We zitten natuurlijk met de hele mensheid momenteel aan een heuvel. En dat hebben we ook gezien de afgelopen 3 jaar. Ja. Onze wereld is zo hooglijk gebouwd op commercialisme. Bedrijven moeten geld verdienen. Natuurproducten en genezing, dat kan natuurlijk niet gepatenteerd worden. Drugs wel, hè, chemische middelen. Wat is een weg om daaruit te komen? Want heel veel instanties, dokters, ziekenhuizen worden toch gefinancierd vanuit Big Pharma, dat soort zaken. We hebben het gezien de afgelopen 2 jaar dat het politiek meteen grijpt naar allerlei middeltjes qua oplossingen in plaats van gewoon gezonde levensstijl. Ja. Hoe is daar uit te komen? Is daar uit te komen? Ja, wat ik heel jammer vind is dat dit bijvoorbeeld al niet in het onderwijs wordt gebruikt. Hè? Dat je eigenlijk daar geen les over krijgt. Wat ik net al zei, ik denk dat je moed nodig hebt. Omdat je, je moet het gesprek met jezelf aangaan. Ja? Jij zei het al zo mooi. Wat gebeurt er in mij? Dus op het moment dat iemand een pijntje heeft, moet hij durven zeggen, ik wacht even af. Ik kijk even wat dit betekent. Want oh ja, misschien heb ik wel te hard gewerkt. Of oh ja, misschien heb ik net wel ruzie met mijn vrouw gehad. En heb ik daar pijn van. Dus ik denk dat, dat je er moed voor nodig hebt. En als je het al niet leert op school, degenen die het wel weten, die kunnen het verspreiden. Daarom is zo'n verbindingsdag natuurlijk prachtig. Want je kunt allerlei inzichten en kennis met elkaar delen. Er hoeft niet iedereen per se bij ons in de praktijk te komen. Er is ook wel heel veel over te vinden op Telegram bijvoorbeeld, zie ik van alles langskomen. Germaanse geneeskunst, daar hadden wij het net al over, hè? Dat is ook nu heel hot. Het mooie daarvan is, ik pas daar ook toe in mijn praktijk, dan ga je dus echt naar de natuurlijke manier kijken van wat wil mijn lichaam zeggen als ik pijn heb of als ik een klacht heb. Waar zit het eventueel en wat kan ik er zelf aan doen? En dan kom je terug op. Nou, daar hadden wij het in het begin al even over. Dan kom je eigenlijk op programmering uit. Wij zijn geprogrammeerd om naar de dokter te gaan, om een pilletje te pakken. En uiteindelijk heb je allerlei reacties op klachten en pijn die komen uit een programma. Dus je zult jezelf mogen herprogrammeren. Maar dat is de uitdaging. Ja. Ja, heel veel. Nou, weet je wel, want ik denk ook dat we inderdaad moeten beginnen bij de educatie. Maar wat we hebben gezien is dat als leraren te veel afwijken van het curriculum of de lesstof, zij weg worden gezet als dan maar niet gevaarlijk in de reguliere onderwijssystemen. Is daar ook een manier uit? Nee? Hij mag. Rutger? Is daar ook aan. Ik denk dat hij op zichzelf dan ook weer een bepaald traumaprogramma aangaat. Oh, dus ik word niet gehoord of ik word niet gezien. En wat voor een angst trek het daar weer in om jezelf te kunnen durven uitspreken. Want soms is de wilde wel om te kunnen uitspreken. Maar wordt het intern in je lichaam, wordt iets zo pijnlijk aangeraakt dat je soms niet kan spreken. Ja, dus dat vind ik ook een deel om rekening mee te houden. Dat soms de wil er wel is mentaal, maar fysiologisch gezien is het lichaam gewoon te benauwd om zich daarin te durven uitspreken. Ja. En dan raakt dat ook weer kwetsbaarheden bij die docent om zich daarin te kunnen te uiten daarin. Ja. Een trauma is daar een heel sensitief stuk voor die je altijd jezelf probeert te beschermen. En soms is die bescherming zo goed ingesteld dat door het weer te kunnen spreken, kan op dit thema wel een onderdeel zijn, maar vaak raakt het al iets aan vanuit vroeger, of misschien transgeneraal of maatschappelijk, dat het je gewoon blokkeert. Ja. Dus dan daar, daar is dat. Vind ik dat moeilijk om daar direct van, oh, dan moet iemand zich kunnen uiten. Ja, lichamelijk gezien is dat vaak ook veel complexer. Er is vaak nog iets wat we eerder moeten oplossen met z'n allen. En ik denk dat alle mensen hier wel al aardig onderweg zijn. Of in ieder geval een flinke stap hebben gezet. Maar er genoeg mensen rondlopen in de maatschappij die daar nog niet eens zijn. Want vooral ook transgeneraal, dat is ook iets waar jij het over had. Ja. We lopen eigenlijk, ook al heb je een hartstikke prima leven gehad, gewoon rond met een trauma. Dan wel niet van wat we mee hebben gekregen van onze ouders, voorouders. Precies. Een mooi voorbeeld is dat met kerst vraagt een dochter aan haar moeder, mama, waarom snij jij de zijkanten van de lamsbout af als je die in de oven doet?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet, zegt die moeder. Dat deed mijn moeder ook altijd. Moet je eigenlijk aan oma vragen. Dus kleinkind vraagt aan oma. Oma, waarom sneed jij vroeger altijd de zijkanten van de lamsbout af? Toen zei oma heel simpel. De oven was te klein. Er kon de lamsbout niet in. En dan kun je zien dat zo'n moeder van dat meisje neemt het over zonder te beseffen wat ze doet. En nou is dat kind, dat denkt na. Dus die heeft zoiets van, huh? En zij krijgt het juiste antwoord. Maar stel nou voor dat dat kind niet nadenkt of daar niet over vraagt. Die doet het vervolgens ook weer en haar kind zal het ook weer zien. En dan gaat eigenlijk met allerlei gedragingen, met meningen over dingen, vooroordelen, met nou ja, noem maar op. Hoe er vroeger generaties terug met problemen omgegaan werden. Dat is iets wat je continu doorgeeft aan generaties. Dus dan zit jij in deze tijd met een probleem. En dan denk je ook nog, het is mijn schuld. En dan zit het heel ver terug. Ja. Als je daar achter kunt komen, nou, dat is dan wat ik onderzoek. Jij doet ook zoiets. Ja, ja, prachtig. En dan kun je daarmee aan de slag. En het grappige is dat de natuur heeft het eigenlijk zo mooi bedoeld. Toen wij klein waren en geboren werden, de eerste 7 levensjaar zit je breinfrequentie op de alpha, theta. Daar zijn lage frequenties tussen de 5 en de 11 hertz. En dan leer je eigenlijk alles door gewoon na te apen, door te kopiëren. En dat doet het brein eigenlijk alleen maar om heel veel kennis te vergaren. Allemaal in een ladekastje te stoppen. Zodra als je in de gelegenheid bent en je komt ergens voor te staan, kun je het laadje opentrekken. En dan weet je wat je moet doen. Zonder dat iemand zich echt bewust afvraagt tussen de 0 en 7 jaar, waarom doe ik dit? Daarna, als je eenmaal 8 jaar bent en ouder, dan gaan jouw beta-frequenties werken. Dan zit je in een hogere frequentie. En dan ga je meer nadenken. En dan moet je alles leren door 20 keer te herhalen. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Ik heb de persconferenties allemaal op schrift nagelezen in, nou ja, de moeilijke tijd, zal ik maar zeggen. En als je dan ziet hoeveel woorden er continu herhaald worden, die zitten dus bij al die mensen als programma in hun hoofd. En die gaan daarop acteren. Nou, als je dan voor een situatie staat waarvan je ladekastje zegt, ik heb daar geen info over, dan gaat je stresssysteem aan. Ja. Dat is eigenlijk een veiligheidssysteem, dat je kunt overleven. Dan ga je vluchten, vechten of bevriezen. Nou, er zijn heel veel mensen boos geworden, die zijn gevlucht of die zijn bevroren. En uiteindelijk ga je dat weer opslaan. Dus alles wat triggert, wat ooit bij jou die stressreactie heeft veroorzaakt, die komt weer opnieuw op. En zo vecht je jezelf al overlevende door het leven. Ja. Nou ja, en daar mogen we vanaf. Ja, je ziet dus ook dat heel wat oudere generaties echt moeite hebben om nog andere ideeën aan te nemen. Ik kan me laten vertellen dat dat met zekere neuroplasticiteit te maken heeft in het brein. Ik stel mezelf dat altijd voor dat je zulke van mijn banen weegt, net zoals een klein paadje door het bos. En hoe vaak je dat pad heb bewandeld, hoe duidelijker die zichtbaar is. Ja. En dan wordt het natuurlijk steeds enger om van het pad af te dwalen, want dan kom je allemaal rare dingen tegen. Nou ja, dan moet je dus iets gaan doen waar jouw brein geen informatie over heeft. Er zit niet in een laadje. Dus dan gaat je veiligheidssysteem aan, je stresssysteem. En dan ga je bang worden of boos worden of bevriezen. Ja. Dus als die mensen iets nieuws moeten leren, dan zegt dat brein, dat ken ik niet, help. Laat maar zitten. Ja, dat is ook vluchten natuurlijk. Ja. Of ze hebben zoiets van, ja, dat heb ik nou 10 keer gehoord, laat maar mama rust. Die worden boos. En dat is dus een normale reactie, daarom kom je daar niet binnen. Een andere manier is dan wel om, ik geloof, ik zag Rob hier ergens rondlopen. Die had het idee om overal teksten, posters, noem maar op te hangen. Waarbij mensen dus heel vaak geconfronteerd worden met een boodschap. Nou, dat zou nog kunnen helpen inderdaad. Ik wou daar dan misschien nog wat op toevoegen, is dat jouw lichaam dus dan elke keer opslaat wat dan ook werkt. En als het werkt, dat ik niet aangevallen word, dat je dus jezelf het bevriezen steeds meer eigen maakt. En dat het lichamelijk steeds meer opslaat, waardoor het uiten daarvan steeds moeilijker wordt. Waardoor neuroplasticiteit dus elke keer bevestigt dat een bepaald overlevingsmechanisme blijft werken, dus blijft in stand houden. En waar het lichaam heel veel behoefte aan heeft, en wij als mens, is ook de hulpbronnen
die zich beschikbaar zijn, zowel intern met jezelf als gronden, meditatie, verbinding ook met de pijnlijke situaties in jezelf, als met om je heen. Om je heen weer te durven verbinden. Dat is voor het lichaam neuroplastisch gezien zo'n mooi proces om dat heel geleidelijk te kunnen tritriëren, noemen ze dat. Dus heel vertragend het andere stuk ook kunnen laten zien, zodat dat neuroplastische systeem zich ook kan leren dat er ook een veiligheid is. Een veiligheid die altijd aanwezig is. Natuur is altijd aanwezig. Liefdevolle mensen zijn aanwezig. Hulpbronnen in jezelf. Dat het lichaam zich altijd zich maar blijft ademhalen en er is. Dat dat zich kan herreguleren en dat die krachten gewoon binnen jezelf en in je omgeving zijn. Maar wel met een veiligheid. He, dus als nu dat dat zo essentieel kan zijn om jezelf ook weer te kunnen herverbinden en een nieuwe veiligheid en verbindenheid te ontwikkelen. Klinkt ook alsof je daar toch wel een portie geduld voor nodig hebt. Ja, vertragen is lichamelijk heel erg de key. Te snel is weer te bedreigend, want dat snapt het brein wel, of ons denken wel, maar ons lichaam niet. Die heeft veel meer vertraging en veel meer verwerkingstijd nodig. Als ik een broodje frikandel eet, dan poep ik dat ook niet meteen uit. Nee, er zit een heel vertragingsmechanisme in. En zo is dat ook met verbinden, met traumata. Daar heeft een veel langer proces voor nodig, wat we soms mentaal niet helemaal begrijpen, maar het lichaam wel super duidelijk laat zien. Want ik snap ook dat het lichaam zich om de 7 jaar volledig regenereert, als ik dat goed heb. Ja, sommige dingen gaan sneller, je huid bijvoorbeeld. Andere dingen doen er langer over. Ik weet niet of dat nou heel erg belangrijk is. Ik denk dat, wat Rutger zegt ook, er is vooral geduld nodig, ook met jezelf. En dat verbinden. Kijk, daarom is dit zo mooi. Op het moment dat je hier een keer iets vertelt aan een ander, dan hoef je niet bang te zijn. Hè? Dan kun je je kwetsbaar opstellen, want mensen begrijpen het gewoon. En iedereen kan zijn ervaring uitwisselen en kunnen zo elkaar ook weer helpen. Ja. Als je te snel gaat, precies, dan denkt het brein, dat ken ik niet, dat weet ik niet, hup op slot weer in die stress. Maar op het moment dat je, en ik denk dat, ik kom altijd terug op dat woordje moeten, zei je ook, hè? Dat je durft. Dat je durft naar jezelf te kijken. Kijk, wat er aan de buitenkant allemaal gebeurt, dat kan ons heel erg triggeren. Dan kan het zijn dat we boos worden op mensen om ons heen, of op de elite, of nou ja, noem maar op. Maar uiteindelijk zit die boosheid wel in onszelf. Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Want dat stuk bij onszelf, daar hebben we ook grip op. Ja. En dat voelt veel veiliger. Dus als je heel veel uitsteekt op buiten jezelf, dan kan je ook niet bij. Dus dat triggert lichamelijk gezien ook weer meteen het traumaproces. Van ja, daar kan ik niet bij en dat kan ik niet veranderen. Dus voelt per definitie meteen ook onveilig. Ja, dus dat triggert meteen nog steeds boosheid. Wat boosheid een mooi principe is. Ik wil voor mezelf mijn grenzen hanteren. Ik wil mijn eigen dingen kunnen veiligstellen. Ja. Nou, zoals het voor mij, want ik ben zelf een heel ongeduldig persoon. Ik heb voor mezelf ADHD-dingetjes en zo. En het is ook wel een beetje de externe factoren die het van je verwacht. Hè? Alles moet meteen snel opgelost worden. Je moet doorgaan met werken. Je werkgever is je aan het bellen en zegt van, hé, wanneer kom je weer dat soort dingen doen? Ik probeer me voor mezelf er zoveel mogelijk van los te koppelen. Is moeilijk. Ja. Is heel moeilijk om je van dat soort dingen los te koppelen. Dat is zeker, ja. En dat komt omdat jij misschien wel anders wil. Maar de rest is zo geprogrammeerd dat ze dan niet kennen wat jij wil. Dus daar raken zij ook van in de stress. Wat doet hij nou raar? Maar hoe blijven jullie hier? Ik weet niet of dat per se loskoppelen is. Wat ik van Somatic Experience meer leer, is het juist meebewegen. Wat is dat stuk in me wat zo enthousiast is? Wat zo druk wordt? Ja. Ik had tijdens mijn therapie, zei de cliënt ook nog eens tegen mij, oh, volgens mij heb je ook ADHD. Maar dat kwam door mijn overenthousiasme en mijn drukte qua beweging. Wat ik mijn informatie wilde overbrengen. Maar het was ook een stuk enthousiasme die ik mocht leren reguleren. Ja. Dus om iets weer weg te halen, dat betekent dat het lichamelijk gezien weer iets niet goed doet. Terwijl lichamelijk gezien zit er ook een heel mooi liefdevol enthousiasme, levensenergie, die zich daar ook graag gezien en veilig gevoeld wil worden. Dus ook als ik ook ben te druk of ik ben te dit, krijgt het lichaam weer een soort pijnslag naar mezelf toe. Ik doe het weer niet goed. Nee. Terwijl, ja, er zit vaak nog een hele mooie
deel achter die zich misschien... Je bevestigt vaak je eigen ellende daarin. Ja, ja. Ja. Ook maatschappelijk gezien. Waarom mag je niet druk zijn? Hè? Ja. En die druk zijn komt ook van vaak een overkoppeling in het lichaam die zich heel graag wil laten zien. Hè? Waarom wil je jezelf zo laten zien? Hè? Waarom komt daar zoveel lichamelijke expressie uit? Ben ik toen ooit niet gezien? Of te weinig gezien? Of ik noem maar even bepaalde voorbeelden in de hoge hoed. Waardoor het heel normaal is dat het lichaam juist heel druk daardoor wordt. Dus om dan mezelf dan ook, oh nee, shit, heb ik weer niet goed gedaan. Of shit, ik ben weer te druk. Dat raakt dus eigenlijk een dubbel slag op mijn trauma. Ja. Het lichaam mag zich, en dat zie ik ook veel in mijn therapievormen, in mijn omgevingen terug. Het doet het nooit goed. Ja. Oh, je spieren zijn te strak, of dit, of dat. Terwijl het lichaam doet zo goed zijn best. Die wil zo graag met liefdevol gezien worden en ontladen. En daarvoor heeft hij vertraging nodig. Want die doet dat niet voor niks. Nou, eigenlijk kun je ook zeggen dat je uniek bent. Ja, ja. Iedereen is apart. Gelukkig wel, ja. Ja, dus dat past bijna niet in deze maatschappij. Hè? We moeten homogeen zijn. Iedereen moet hetzelfde zijn. Je kunt in uniek zijn verbinden. Het zijn allemaal unieke mensen. Dat verbindt ons toch? Ja. Ja. En het is ook de self-talk, hè? Wat je tegen jezelf zegt. Nee. Ik doe blijkbaar te druk. Nee. Doe maar normaal. Oh ja, dus ik heb dat vroeger tegen mijn kinderen gezegd. Er loopt er hier een rond. Doe maar gek, want we doen al normaal genoeg. Yeah. Ja, ik was altijd al een beetje rebels. Dus ik ken het gevoel, maar ja. Ik ben al een stuk ouder dan jij, dus ik heb er scheid aan. Ik ga rustig aan dit gesprek afronden. Al zou ik volgens mij nog uren met jullie kunnen praten. Maar we hebben een hele lijst van mensen. Kunnen jullie mensen jullie gewoon aanspreken? Jullie lopen hier in het wild rond. Jullie zijn er vanavond gewoon nog. Wij lopen hier in het wild rond, ja. Ja. Nou. Ik wil graag ook mensen uitnodigen om binnen jezelf te gaan kijken. Lees erover, over bepaalde traumata's, over eten, patronen, over programmering. Lees er zoveel over. Want dat is denk ik al de eerste stap naar het begrijpen wat intern met je gebeurt. Ja. Of wat je behoeftes mogen zijn. Adviezen wat mensen kunnen lezen? Traumasporen van Bessel van der Kolk. Dat vind ik een hele mooie. En de stem van het lichaam van Peter Levien. Oké. Ja. Ja, maar goed. Ja, boeken van Joe Dispenza. Ja. Ik zou zeggen... Bruce Lipton. Ik zat allemaal aan theezakjes te drinken, denk ik. Ik kwam er niet meer op. Maar daar staat YouTube vol mee. Ja. En ook video's, meditaties. Dat is een prachtig begin. Ja. Oké. Nou, dan bedank ik jullie hartelijk voor dit gesprek. Ja, graag bedankt dat we aanwezig mochten zijn. Ja, graag gedaan. Superleuk. Nou, dankjewel. Applausje mensen. Mag ik nog proosten? Ja. En dan Rick Kuitens, die gaat heel even aankondigen de volgende gasten. Ja, dankjewel Peter. Een oude bekende van mij persoonlijk, maar ook is hij hier al een aantal keren geweest. Het is het zonnetje in huis in de wakkere bubbel, om het zo te zeggen. Op 27 juli is hij voor het eerst in de podcast geweest. Daarvoor was hij al een tijd lang een alarmerende schrijver. Ik zou zeggen, kijk zijn vlog nog eens terug. Hij heeft een hele vooruitziende blik gehad. Hij heeft een heleboel dingen voorspeld die wij zelf nu in de afgelopen 3,5 jaar hebben mogen meemaken. En dan laat ik het aan jou over. Pieter Stuurman. Dank je, Rick. Hi. Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn op deze Koningsdag. We hebben van de baasjes allemaal een vrije dag gekregen vandaag. Als onderdanen om de verjaardag van de bovendaan te vieren. Daantje de voorste zou je kunnen zeggen. En dan mogen we allemaal uitgedost in het oranje. Gelukkig zie ik er niet zo heel veel. Mogen wij de baas eren. En veel waanzinniger dan dit kun je het eigenlijk niet maken. Hè? Ik bedoel, het idee dat sommige mensen het vermogen hebben en het recht hebben om anderen te vertellen wat ze moeten doen en wat ze moeten laten. Wanneer ze moeten werken, wanneer ze vrij mogen zijn. En wat ze van hun arbeidsopbrengst mogen houden en af moeten staan aan de baas. Is waarschijnlijk een van de meest absurde ideeën die er ooit bedacht zijn. En het is niet alleen absurd, maar het is ook een ongelooflijk schadelijke misvatting. Want iedereen die een klein beetje besef heeft van onze menselijke geschiedenis, weet dat deze misvatting gezorgd heeft voor de vernietiging van honderden miljoenen mensenlevens.
Het waren de Duitsers die dachten dat oma Adolf het wel beter zou kunnen doen dan zijzelf, samen met zijn entourage. En dat kameraad Mao het wel beter, beter wist dan de Chinese bevolking zelf. En hetzelfde geldt voor meneer Stalin. En eigenlijk voor iedereen die zichzelf een positie toedicht van autoriteit. En dus ik, in plaats van de Koningsdag te vieren, lijkt me verstandiger om die misvatting nou eens een keer recht te zetten. En vandaag te vieren dat we onze eigen autoriteit zijn. Dat we onze eigen beslissingen nemen. En dat we die niet laten afhangen van houten metoten die omhoog gevallen zijn. Narcisten met een psychopathische inslag die werkelijk geloven dat zij het beter weten. Dus laten we dat afspreken voor vandaag. Dankjewel. Oké, ik kan hier aan tafel aanschuiven. Zo, even kijken. Welkom. Oké, ik moet weer heel even mededelen dat we hier zo rustig mogelijk moeten zijn, zodat we het allemaal verstaanbaar kunnen houden. We willen alle gezellige mensen de zaal verlaten graag. Nee. Ik kan helaas het geluid niet al te hard zetten, anders gaat de hele boel rondzingen. Dus we zijn gebonden aan dit volume helaas. Welkom aan tafel, Pieter. Ja, dank je. Ik heb gehoord dat jij nogal een doemdenker bent. Ja, dat vinden sommige mensen, maar dat is niet zo. Nee? Nee. Dus je hebt nog wel een hoopvolle insteek. Ik ben helemaal geen somber mens. Alleen de situatie zoals die op dit moment is en waarvoor ik meestal word uitgenodigd om er iets over te zeggen, die ziet er niet heel rooskleurig uit met de toestand zoals die nu is. Ja. En ik denk dat een... kijk, optimisme is mooi, maar misplaatst optimisme is riskant. Ja, ik zit zelf al te wachten naar de aftakeling van de samenleving sinds 2008, hè? De bankencrisis. Ik denk, laat het zooitje maar instorten, want dan zijn mensen daadwerkelijk geforceerd om andere keuzes te maken. Ja. Is het nu eindelijk een keer aan het gebeuren? Het is een geleidelijk proces en je ziet maak het wat groter, dat de mensheid... Het menselijk bestaan wordt op allerlei fronten vanuit verschillende hoeken aangevallen. En de aanval die is steeds hetzelfde. Hè. Je ziet dat met de hele opstapeling van alle crisissituaties. Hè. We hebben een financiële crisis, we hebben een stikstofcrisis, we hebben een klimaatcrisis, een woningcrisis, een immigratiecrisis, een gezondheidscrisis. Wat voor een crisis hebben we niet, zeg maar. Precies, hè. Er zijn er steeds meer. En ze lijken allemaal verschillend. Maar je ziet dat de aangedragen oplossing steeds exact dezelfde is. Namelijk, de oplossing is steeds deze. Lever meer vrijheid in en lever meer arbeidsopbrengst in. Je inkomen dus. Yeah. En ja, je weet... voor mensen die hun vrijheden en hun arbeidsopbrengst moeten inleveren... daar is een naam voor. Wat is die naam? Slaven. Ah. Slaven. Dus wat er beweerd wordt, is dat voor elke denkbare, elke mogelijke crisis... meer slavernij de oplossing is. Ja, want zijn er überhaupt wel prikkels voor zij die onze problemen moeten oplossen om die op te lossen? Want dan werken ze zichzelf eigenlijk alleen maar weg. Sorry, die heb ik niet helemaal begrepen. Ik kan je ook niet helemaal goed verstaan. Nog een keer. Je mag de koptelefoon erbij pakken, dan hoor je me als het goed is extra goed. Ja, dan hoor ik het wel beter. Zij die onze problemen moeten oplossen. Als zij onze problemen oplossen, dan cijferen ze zichzelf weg. Zijn er wel überhaupt prikkels voor hun om die problemen op te lossen? Nou, kijk, je ziet natuurlijk dat ze zichzelf steeds meer zeggenschap toe-eigenen. Hè? Dus ze worden steeds dictatorialer, steeds tyrannieker. En het belangrijkste kenmerk van een dictatuur is dat bestuurders... geen rekenschap meer hoeven af te leggen aan de bevolking. Nee. En dat is in iedere dictatuur zo. Dat is een van de belangrijkste kenmerken. Dat zij de bevolking controleren, maar de bevolking de regering dus niet meer kunnen controleren. Dus ze hebben helemaal geen behoefte meer om rekenschap af te leggen aan ons. Je ziet ook dat de onderbouwing van al deze schadelijke maatregelen en beleidsvoeringen... dat die steeds dunner wordt en steeds minder logisch wordt. Het interesseert ze eigenlijk niet meer wat wij ervan vinden. Want ook al vinden we het niet oké, dan doen ze het toch. En dat is precies wat er in een dictatuur gebeurt. En een dictatuur vestigt zich niet van de ene op de andere dag. Het is een geleidelijk proces dat langzaam begint en dan versnelt. En in die versnelling zitten we nu.
Zijn er minder mensen die een vlaggetje hebben opgehangen dit jaar, denk je? Ik weet het niet. Ik heb de indruk dat naarmate de boel spannender wordt, dat mensen zich vooral vastklampen aan tradities en aan de oude manier van denken, omdat dat vertrouwd voor ze is en dat dat een vorm van gemoedsrust brengt. Ja. Die hebben dat ook gezien in het corona-verhaal, hoe spannend het wordt. Ja, in het verleden had ik nog wel eens de gedachte van, weet je, als het op een gegeven moment echt serieus wordt, het wordt echt spannend, mensen gaan het voelen. En ze hebben het gevoeld in de coronasituatie. Ze mochten s'avonds niet meer naar buiten. En ze konden niet meer even naar een winkel. Als dat zou gaan gebeuren, dat er een soort vonk van bewustzijn zou ontstaan. Maar je ziet precies het tegenovergestelde gebeuren. Hoe spannender het wordt, hoe meer mensen geneigd zijn om de verantwoordelijkheden buiten zichzelf te leggen. En zeggen, ja, weet je, laat de bestuurders en de experts, weet je, dat is ook zo'n hele nieuwe priesterklasse die is opgekomen. Ja, ja. Laat die het maar doen, want die hebben er verstand van meer dan ik. En je ziet dus precies het tegenovergestelde gebeuren. Dus daar heb ik mijn mening over bij moeten stellen, mijn visie op bij moeten stellen. En je ziet dat nu weer gebeuren. Nu is het veel minder één onderwerp. De corona was natuurlijk één onderwerp. Iedereen was daar de hele dag mee bezig. En nu is het versnipperd, gefragmenteerd over een hele scala van problemen. Waardoor mensen ook de draad kwijtraken. Zeg maar, ja, luister, ik snap er geen snars meer van. Laat het allemaal maar vallen. Vertel mij maar wat ik moet doen. Dan komt het wel goed. En ja, dat is nou precies de bedoeling. Ja, want er was een oproep vanuit veteranen en dergelijke om bijvoorbeeld de vlag niet op de kop te gaan hangen op Bevrijdingsdag. Ja. En ik vind zelf altijd zoiets van dat vlaggetje, dat fotje eigenlijk, die waarde die we daaraan hangen, dat is niet van ons zelf. Dat is ons opgelegd door de jaren heen. Ja, zeker. Nou ja, het zijn de kleuren van de koning, de kleuren van de baas. Hè, wat ik net al zei in de introductie hiervoor. Hè? Het idee dat wij degene die ons exploiteert, want daar gaat macht altijd over. Macht gaat altijd over de exploitatie van mensen. Degene die ons exploiteert, dat we die vereren, is zo waanzinnig en zo krankzinnig. Dat je kunt dat maar op twee manieren doen. Of je bent je niet bewust van het symbool. En dat geeft een soort vals identiteitsgevoel. Ik ben Nederlander en ik ben daar trots op. Als je dan vraagt waarom ben je per se trotser op Nederland dan op een ander land. Maar goed, dan komt er geen antwoord op. Hmm. Maar of je staat dit model voor. Een van de twee. Is daaraan te ontsnappen door een andere vlag aan te gaan hangen? Ik denk niet dat het in de vlag zit. Er is de enige waardoor we eraan kunnen ontsnappen. Door ons bewust te worden van wat de werkelijke situatie is. Ja. Ik heb wel gemerkt dat heel veel mensen dat lastig vinden, omdat heel veel mensen het moeilijk vinden om zelf richting te kiezen, om zelf hun eigen beslissingen te nemen en daar instructies voor nodig heeft. Ik zie een leuke kans om heel even een spontane gast erin te gooien, want we hebben hier ook een lege stoel. Amy, zou je misschien heel even willen aanschuiven? Amy is veteraan. Die heeft natuurlijk gevochten voor het land. Ja. Zo zie je ook dat er dus mensen bepaalde investering hebben in deze maatschappij. Hi. Hey. Amy. Pieter. Ik weet niet, wat betekent dit? Ja. Hierna zangeres. Gaan we. Kom even. Nu het gewoon heel even tussendoor. Zeg het maar, roep het maar. Hierna even een gitaristje doen? Oké, nou dan gaan we even dit gesprek doen en dan gaan we hierna een mooi protestzang erin in gooien. Dat is altijd goed. We hebben het dus inderdaad over de controle waar we met z'n allen in staan. Is dat iets wat jij ook wel zo ervaren hebt de afgelopen tijd? Ja, daar zijn we. Over controle, in welke hoedanigheid hebben we het nu over? Nou, bijvoorbeeld het aanbidden van een vlag. Ja, ik moest wel even twee keer denken, want hier hangt natuurlijk nu die omgekeerde vlag. Hè. Dat is natuurlijk ook een teken, terwijl ik wel bezig ben met militairen en veteranen. En de ouders ouders, broers, partners van overleden veteranen nu opgeroepen hebben om op 4 en 5 mei de vlag op de juiste manier te hangen. Wat een oprechte oproep is geweest van deze mensen, wel vanuit hun hart. Maar dat je wel de kans hebt dat dat aangegrepen wordt weer door de politiek. Als zijnde een momentum waarop ze de boeren weer zeg maar een beetje kunnen downplayen. Ja. En dat is heel erg dubbel, een soort van dilemma.
Vanuit de ouders thuisfront van overleden veteranen snap ik het verzoek. Want ik kan me echt voorstellen dat hun dat wat doet. Maar het creëert ook polarisatie. Ja. Ja, maar zoals ik het zie, is het een van de aspecten hoe wij geprogrammeerd worden, is ook door middel van trauma. Hè? Als je bijvoorbeeld ziet naar 9-11, hoe dat ook en wat er ook is gebeurd, even los daarvan. We worden allemaal een bepaald trauma, blootgesteld aan een bepaald trauma. En die vervolgens, en dat zie je dus ook met de pandemie gebeuren, mensen zijn er die iemand verloren hebben of ziek zijn geweest of iets dergelijks. En daar wordt dan op voortgebouwd om dan een bepaalde machtsprojectie te doen. Ja, nou ja, goed, mensen ervaren dat als angstig en angst is iets wat vermeden moet worden. En vervolgens, als je mensen bang maakt en je geeft ze vervolgens een instrument om die angst, zeg maar, te kunnen afleiden, dan zijn mensen daar ontvankelijk voor. En nou ja, we hadden het net al over, hè? Ik bedoel, de bedoeling is steeds om mensen offerbereid te maken. Ja. Bereid te maken offers te brengen. En die offers die bestaan uit een deel van hun inkomen en hun vrijheden. Dat is precies wat we gezien hebben. Dus dat angstinstrument, dat werkt natuurlijk wel heel goed. Dus als je mensen traumatiseert, dan probeer je dat te vermijden en je levert ze een oplossing erbij. Ja. En die oplossing is altijd hetzelfde, namelijk lever meer in van je vrijheden en je inkomen. We ondertussen even een kleine oproep doen. Om een klein beetje het volume laag te houden. Dan houden we het geluid enigszins zuiver. Dat is hartstikke fijn. Zou hartstikke fijn zijn. Ik ben ook al schoolmeester hier tegenwoordig. Ja, doe je goed. jij bent ook bezig met de trauma's van veteranen. Kan je daar een stukje over vertellen? Ik ben op dit moment bezig met een reizende expositie door Nederland. Het is een kunstexpositie, bestaande uit 25 kunstwerken en kunstinstallaties, gebaseerd op de persoonlijke missieverhalen van veteranen en hun thuisfront vanaf Libanon tot met heden. Dus de afgelopen 40 jaar missies onder de vlag van de Verenigde Naties. En in die kunstwerken wordt helder wat de impact is van het deelnemen aan die missies. En dat wordt zodanig gepresenteerd dat burgers er ook kennis van kunnen nemen, omdat het middels de kunst is, de universele taal van de kunst. Ja. Ja, want sommige dingen die zijn niet in woorden uit te drukken, lijkt mij. Klopt, ja. En het mooie is dat we hier vandaag dus in Tilburg zijn. Ik kom net van het veteranenontmoetingscentrum Hart van Brabant af. Dat is op de Matterhornlaan. En die is een paar maanden geleden geopend. Ook door corona is dat allemaal dicht geweest. En de bedoeling is dat we uiteindelijk in oktober, november, december op het stadsbalkon in Tilburg, de bibliotheek, zeg maar, dat we daar gaan landen met de echte kunstexpositie. En de reden dat ik hier vandaag ook ben is om aandacht te vragen om te kijken of we veteranen, supposter, thuisfront en burgers kunnen enthousiasmeren om de expositie straks ook te bezetten. En daarbij is het ook nog zo dat ik kom uit Tilburg. Ik ben geboren Tilburgse. Meen je niet? Ja. Tilburg, Tilly, zeggen ze dan. Ja, God noemde je de Welde, ja. Ja. Dat klinkt inderdaad, is onmiskenbaar. Ja, want is kunst misschien een... Want je zag ook dat in de afgelopen 3 jaar werd dus gezegd van het is nu geen tijd om te filosoferen, hè, door Rutte. Ja. En dat bepaalde kunst ook werd gewoon gecensureerd, werd weggedrukt. Ja. Is kunst een uitweg om misschien uit die hele programmering te komen? Ja, kunst is natuurlijk een communicatiemiddel waarmee je dingen kunt overbrengen die je soms in woorden niet kunt overbrengen. En dus kan het een bedreiging zijn voor het idee dat we allemaal richting uniformiteit moeten. Nou, het mooie van kunst is dat je kunt niet haten op kunst. Dus nee. Kijk, waar heel veel mensen kiezen voor het politieke concours of discours, is dat op het moment dat je kunst inzet, dan heb je een bondgenoot die heet schoonheid. Ja. En dat is voor heel veel partijen, daar kunnen ze niet op tegen zijn. Dus ze zijn eigenlijk in de war gebracht waar ze normaal zouden zeggen van, wat voor valse argumenten ze dan opwerpen. Maar tegen kunst is dat niet te doen. En dat maakt het heel mooi, juist door middel van kunst, eigenlijk om de strijd aan te gaan. Ja. Ja. En dan gaat het vooral om beeldende kunst, denk ik. Beeldende kunst, maar natuurlijk ook feitelijk wat we hier ook doen, is een vorm van fluxus. En fluxus is kunst in het moment maken. Ja, okay. Dus dit is ook een vorm van kunst uiteindelijk. En het gaat door je heen. Alleen op het moment dat je een expositie hebt onder de noemer 40 jaar Nederlandse missies,
alle defensieonderdelen thuisfront is vertegenwoordigd, daar kan men geen nee tegen zeggen. Dus wij reizen gewoon door Nederland om die boodschap ook over te brengen, maar vooral de burgers kenbaar te maken van hey, we hebben een defensie en we hebben militairen en die hebben zichzelf opgeofferd. En dat hebben ze al die tijd gedaan, natuurlijk onder de VN-vlag in andere landen. Maar hier is er natuurlijk ook iets gaande. Ja. En het volk bij elkaar brengen en realiseren, we hebben een binnenschil en we hebben een buitenschil. En dat zijn onze militairen. En als we dat één maken, dan hebben we ook een stevige front, volgens mij. Hoe wordt daarover gedacht binnen de militaire, binnen de military, ik weet niet hoe het noemt, in Nederland, binnen het leger? Defensie. Defensie, ja, je zegt het goed, defensie. Ik kan me voorstellen als mensen bereid zijn grote offers te brengen. Hè, want dat doen militairen, hè, voor het behoud en het zorgdragen voor het land. En ze zien dat het nu van binnenuit, als ze dat zien natuurlijk, en van binnenuit ondermijnd wordt, dan moet dat toch teleurstellend zijn. Kan me als niet anders voorstellen. Ja, maar dat is dus ook waarom PTSS ontstaat. Dus heel vaak is het zo dat de missie zelf niet direct de aanleiding is voor PTSS. Maar bijvoorbeeld 10 of 15 jaar later, als die missie lang gedraaid is, en die jonge jongens die daar op hun 20ste, 21ste naartoe zijn gestuurd, die zijn dan 30, 35 en die krijgen hun eerste kind. En dan klapt dat hele zenuwstelsel in. En dat is moral injury en dat is PTSS. Het is eigenlijk verraad. Ja. Het is voortdurend verraad. En het is natuurlijk ook zo dat sommigen zijn echt begeisterd om militair te worden. Ben je hoog opgeleid, ga je misschien bij Artsen zonder Grenzen. Ben je wat lager opgeleid, dan ga je naar Defensie. Maar je gaat daar omdat je je hart wil laten spreken. En dan denk je iets goeds bij te dragen. En dan word je eigenlijk verneukt door je hoger geplaatste. En dat is verraad. En we zitten in een soort voortdurende cirkel van verraad. En wat er dan ook bij komt, als je zelf niet je eigen waarde goed geprioriteerd hebt, dan geef je je vertrouwen aan een hoger geplaatste. Omdat je het zelf niet weet. Dus het is ook gewoon eigenlijk een oproep aan mensen zelf. Weet wie je bent, weet waar je voor staat en blijf daarvoor staan. Het is beter om voor zoiets te vechten en te verliezen dan je vertrouwen te schenken aan een vals argument. Ja, maar dat zit er natuurlijk ook allemaal transgenerationaal in. Hè? Dus onze ouders, onze grootouders, hun grootouders en hun ouders, die zijn ook allemaal in dat verraad gestopt om constant hun zaken uit te besteden aan meerdere. Nou, dat was eerst natuurlijk sowieso de religie. We zitten hier in Tilburg, katholiek. We weten allemaal wat vooral een van de unique selling points is van de katholieke kerk. Hè? Dus dat is een en al verraad in families. Ik weet ook van mijn oma, die woonde op de Don Sarto-straat. Daar was het zo dat net na de oorlog de kinderen niet tevreden hadden. En het blikje zalm ging naar de pastoor. Ja, zo was het. Ja. Nee, maar dat is waar ik net ook bij de aankondiging al even over had. Het idee dat er superieure mensen zijn die autoriteit hebben, dat een natuurlijk verschijnsel zou zijn. Die overtuiging van de massa, zeg maar, dat er inderdaad mensen zijn die bepalen wat ze moeten doen en laten, die is zo oud en zo door de generaties heen, wat je net zo ingeworteld, zeg maar, dat het lastig is om voor veel mensen om nu te kunnen zien dat het op een andere manier zou kunnen. Ja, mensen hebben ook een bepaald soort manier van leiding nodig en natuurlijk ook de hele routine die erin zit vanuit de religie. Bidden voor het eten, zondags naar de kerk. Wij zijn gewoontedieren, wij zijn sociale wezens. En wij, heel veel van ons hebben iemand nodig die dat voorgaat, echt letterlijk voorgaat. Ja. Maar op het moment dat je er helemaal alleen voor staat, om wat voor reden dan ook, je bent uit de groep gestoten, dat is pas je echte kracht vinden, want dan moet je het op eigen kracht gaan doen. Precies. En dan moet je zelf een construct maken, hier wil ik voor staan. En dan kom je echt pas in je echte kracht te staan uiteindelijk. Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat de meeste mensen geneigd zijn om te doen wat de mensen om hen heen doen. Hè? Dus dat is het conformatieve deel. Ook uit lijfbehoud. Zit ook in ons ingebakken. We zijn sociale dieren wat dat betreft. Maar niet verbanning is nog altijd de ergste vorm van straf. Klopt, ja. Maar het betekent wel dat voor iedere vorm van verandering, dus ook van verbetering en vernieuwing, er altijd iemand moet zijn die moedig genoeg is om het anders te doen. Want anders komt er geen verandering. Ja, precies. En dus dat betekent dat die minder bang moet zijn voor die verbanning. En je ziet dat de afgelopen paar jaar wel behoorlijk is uitgefilterd. Want ik denk dat de meeste mensen die hier aanwezig zijn bijvoorbeeld allemaal wel hebben meegemaakt wat voor consequenties het in je sociale omgeving kan hebben als jij anders denkt en doet dan de meerderheid daar. Er is ook en dat vergt dus een zekere moed. Creativity takes courage. Wij als mensen zijn gemaakt om altijd op zoek te gaan naar de creatieve ontsnapping.
hoe kan het beter, hoe kan het anders? Zo zijn we ook bedraad. En dat gaat uiteindelijk door je heen. Maar ik vind er ook een enorme schoonheid in zitten om verbannen of uitgestoten te worden. Zeker. Want op het moment dat je uitgestoten wordt, omdat je dat vaak zelf niet doet, maar als je uitgestoten wordt, dat geeft ook de mogelijkheid om opnieuw door de wereld te gaan tuimelen. Dan moet ik denken aan de eerste kaart van de tarot, de joker, die bereid is eigenlijk om alles te geven, exact, puur om te kunnen tuimelen. Ja. En als wij als mensen weer bereid zijn om in ons eigen vertrouwen te gaan tuimelen, dan gaat het ook een stuk beter komen. Maar het heeft ook met waardetoekenning te maken. Namelijk het vertrouwen in jezelf en in je eigen ethische overwegingen belangrijker vinden dan de consequenties van sociale uitsluiting. Ja, dat klopt. En ja, het gaat over je ziel verkopen of niet. Ja, dat klopt. En ook, nou ja, goed, ik heb zelf bijvoorbeeld zoiets als een overtuiging in mezelf: met mij komt het altijd goed. En dat alleen al als basis maakt dat je dus ook gewoon het gevecht of de creativiteit of in ieder geval die moed kunt tonen. En maar die moedige mensen hebben we dus heel hard nodig. Zeker. Want anders kan er geen vooruitgang of evolutie of hoe je het wel maar wil noemen. Kan het gewoon simpelweg niet plaatsvinden. Ja, een beetje de outcast, de misfits. Ja, precies. Exact. Geef ze ruimte. Ja. Ja. Even kijken, we gaan heel even rustig naar een protestzang. Hebben we daar zin in een protestzang? Nou ja, het ligt eraan waar tegen geprotesteerd wordt, maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Alles met kunst en cultuur is prima. Ja, dat is inderdaad een mooie voortbouwing op deze conclusie. In de kunsten is het misschien wel de oplossing te vinden. Een oplossing. En ik wil toch gaan proberen om af te sluiten met jou met een positieve noot. Ja. Het einde der tijden is nabij. Het einde der tijden zoals we die gekend hebben is nabij. Hè? Dus dat wil zeggen dat de tijden gaan veranderen. En ik denk eerst voor de worst. Naar een kant die we pijnlijk gaan vinden. En vanuit die pijn zou een motief kunnen ontstaan om het dan eindelijk eens een keer beter te gaan doen. The phoenix will rise from the ashes. Ik hoop het, maar ik heb geen glazen bol. Nou, dan bedank ik jullie hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. En dan gaan wij door met een protestzang. Jongens, dames en heren, applausje. Leuk. Oké, ik heb gehoord dat er gezongen wordt, een protestzang. Klopt dat? Een protestzang? Er zou een zangeres komen? Zangeres? Iets? Heb ik dit fout? Ja, lieve mensen, verrees! Ik heb een liedje gemaakt voor... Wil je een microfoon of kan je dat gewoon met de condensator? Dan kan deze ook wat hoger zetten eventueel. Dan kan je blijven staan eventueel. Oh, dat kan ook. Ja? Jij wou een uit hebben. Is dat nog iets wat je nog steeds wil? Het is wel heel on the fly zo. En ik heb hier... ik weet niet of dat gaat lukken. Dan moet je hem ergens uit gaan trekken. Dus dat gaat hem niet worden, denk ik dan. Nee, is goed? Oké, top. Geweldig. Gaat het zo lukken? Eens even kijken. Kun je hem ook inpluggen of niet? Nee. Gaat niet. Oké. Ik ben heel flexibel, maar dat is te flexibel, jongens. Dan weet ik niet of dat wel moet horen. Niet echt goed te horen. Even kijken. Nou heb ik een liedje gemaakt, dat heb ik vandaag gemaakt. Ik dacht van, ik ga een liedje voor die... voor meneer Willem-Alexander van Amsberg maken. Die schijnt vandaag zijn verjaardag te vieren. Ik geef jou een koptelefoon. Dan kan je zelf beter horen. Dan kan ik mezelf horen. Wat fijn. Het is een beetje klein. Nou hoor ik mezelf wel inderdaad. Geweldig. Willen we niet allemaal wel gehoord worden? Inclusief door onszelf. Een liedje voor Willem-Alexander.
Niet normaal maken wat niet normaal is. Dat zei jij in jouw toespraak op de Dam. En je fuck, ik hoor mezelf echt niet. Nog, ik ga even, sorry, ik begin even overnieuw. Ik dacht, ik kan dat ding weer inpluggen, want dat maakt niet zoveel lawaai. Anders had ik mijn elektrische gitaar wel meegenomen, maar je had misschien wat harder gehad. Ja? Hij zoomt wel een beetje. Niet normaal maken wat niet normaal is. Dat zei jij in jouw toespraak op de Dam. Auw! Nou, gaat lekker. Ja. Ik zit in een euvel nou. Als we het nou eens omdraaien, zal deze nou eens zo doen? Deze vooruit. Hey. Nou hoor ik hem wel een beetje. Die een beetje dichter. Oh god, het is wel een gedoe zo, hè? Hey. Het is even puzzelen, maar we komen er wel, ja, volgens mij. Inderdaad. Als het eenmaal werkt, dan werkt het als een tiet. Spannend hier. Ja? Oké. Okay. Zitten we er? Oké. Okay. Nog een keer dan. Niet normaal maken wat niet normaal is. Dat zei jij in jouw toespraak op de Dam. Toen we vrijheid mochten vieren in de lockdowns met een virus. Een soort griep uit Wuhan. Het ging heel geleidelijk. Elke keer een stapje verder. Niet meer naar het zwembad. Niet meer mogen meespelen met het orkest. Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten. Maar de vergelijking met de Joden, ja, dat mocht dan wel weer niet. Want dat zou dan wel eens kunnen beschrijven dat we wegkijken met z'n allen. Niet normaal kijken wat niet normaal is. Nou, ik zou wel eens weten wat je daarmee bedoelt. Want je opa, dat was een nazi. Die nam donaties aan van Lockheed Martin. En hij jaagde op olifanten. En je schoonvader, dat was minister in een regime van dictatuur. En die gooide mensen uit een vliegtuig. Is dat niet een beetje zuur? Is dat wat je dan bedoelt? Bedoel ik waar? Niet normaal maken wat niet normaal is. Ook niet op die ene dag van. Dat was hem. Applausje, dames en heren. Sorry. Zo, helemaal top. Kom je er nog even bij zitten of ga je snel? Mag je op deze plek plaatsvinden maken. Max, dan roep ik jou op. Dan kan je hier zo op nummer 1 zitten. We moeten eerst heel even alles weer goed en recht zetten, hoor. Ja. Yeah. Gaan we alles goed zetten? Ja. Kom maar even bij. Oké, wanneer gaat hij speechen? Hij gaat speechen. Sowieso moet ik speechen. Wie gaat speechen? Oké, hij gaat niet speechen. Hij moet zitten. Peter. Ja? Had jij
je hem ook op de lijstje zet? Nee, hij kan er nu bij. Sluit mooi aan. Wij zijn heel flexibel. Zo, het is net een potje Tetris dit, jongens. Eens even kijken. Het is allemaal heel spontaan. Het ontstaat organisch. Niks is gepland. Dat is er natuurlijk ook vanaf te zien. Welkom, heren. We hebben zo net een protest. Mag een stukje dichterbij komen? Ja. Deze. Ja. Test. Yes. Kan je hem ook heel even testen? Ja. Ja, helemaal mooi. Nou, wat vond je van het protest? Oh, shit. Doekje. Doekje en heel snel graag. eens even kijken. Ik ga me eerst even hierover zorgen maken en dan gaan we verder met het gesprek. Oh, dat is goed van jou. Zoveel mogelijk doekjes. Hier, kom ze maar. Leg ze maar hieronder neer. Ja. Vooral onder het apparatuur. Koningsdag valt in het water dit jaar. Ja. Ik voel het aan mijn water dit. Ja. Nog meer doekjes is nog meer welkom. Hoe meer doekjes, hoe beter. Handdoekjes, dat is ook prima. Een vaatdoek, een shuttlesplok. Iemand achter de bar misschien. Zo. Zo. Ja, hey, jullie wouden een andere Koningsdag. Dan krijg je een andere Koningsdag, hè? Dus ja. Max. Kijk aan, top. Dankjewel wat jij voor ons ja, leg hem doet. Maar gewoon neer en dan. Leg hem maar gewoon neer. We kennen het allemaal lekker. Jij bent super. Ik hoop zo. Daarmee dat je daar een hopelijk beetje blijven alle kabels goed krijgt, aangesloten. Wat ik nou zeg. Weken. Dankjewel. Zo. Ik wil ook nog een keer een oproep doen aan iedereen om even zo stil mogelijk te kunnen zijn. Dan kunnen we het geluid ook een beetje fatsoenlijk houden, dat ze mooi zijn. Oké, poging nummer 2. We zitten hier ook met Max. Mag een stuk naar voren schuiven voor de microfoon? Helemaal goed. Top, in beeld, alles in beeld. Helemaal geweldig. Wat vond je van het protestnummer? Ik heb het niet gehoord. Oh, niet gehoord? Deze tekst? Ja. Niet normaal, maar ja, mooie eerste tekst. Ja. Want jij bent zelf ook wel van het protesteren, Max? Ik kom net uit Rotterdam, ja. Dus ik ben erbij geweest. We hebben ons best weer gedaan. In het zwart gekleed. Waar ging het protest over? Code zwart. Dus de duurste Koningsdag ooit in de armste stad van Nederland, Rotterdam. En het is allemaal heel dubbel. Ook een beetje in een achterstandswijk begon het allemaal. Veel politie. Ook veel enthousiaste mensen. Dus tegen de corruptie eigenlijk van het Koningshuis en het egoïsme, hebzucht. We hebben woningnood, zij hebben zoveel vastgoed, kunnen ze dat niet delen met de mensen. En elke keer snoepen ze nog meer van ons af, terwijl ze al zoveel aandelen hebben, zoveel macht, zoveel geld. En ook inderdaad, koning Willem heeft niet onze kant gekozen, ook met de spoedwet te ondersteunen, de klimaatobsessie te ondersteunen, de CBDC ook, hè, waar Maxima ook voor lobbyt. Ja. Dus dat is toch kenmerkend dat ze niet voor ons er zijn. Maxima had ook een hele duurzame jurk aan. Had je dat gezien? Ja, een aparte hoofddeksel ook. Ja, ja dat is de stijl, hè? Altijd. Het is jammer, zij kan wel wat buttons gebruiken misschien op de hoofddeksel. Ze mag zeker een button hebben van mij, tuurlijk. Hoe kijk je er tegenaan dat er dan toch altijd weer zoveel mensen omheen staan te juichen naar deze hele Koningshuisdebakel? Nou ja, wat we natuurlijk ook willen, dat de menselijkheid blijft. En ik zie toch heel veel gelukkige mensen, kinderen, gezinnen. Dus ik vind het ook mooi om mensen blij te zien. We hebben al zoveel stress, zoveel pijn, verdriet. Dus op zo'n dag dat mensen dan heel vrolijk zijn, ja, dat gun ik ze ook. Alleen, ja, we weten inmiddels dat het Koningshuis wel heel duister is. En ja, daarom zou ik het niet zo gauw vereren en vieren. Maar ik ben wel gewoon gelukkig voor de mensen die een leuke feestdag hebben. Ja. Hoe sta jij tegen het Koningshuis aan momenteel? Momenteel, ik ben nooit heel erg voorstander geweest van het Koningshuis. Het kost vooral heel veel geld. En de vraag is ook maar in hoeverre ze echt daadwerkelijk afstammelingen zijn nog van de werkelijke Oranjes die het ooit zijn geweest. Hè. Maar voor mij hoeft het niet, het hele Koningshuis.
Ja, want je ziet dus wel heel veel mensen die daar waarde aan ontheven. En ja, een soort van, we hebben net het gesprek gehad. We zeiden van, eigenlijk moeten we met z'n allen niet echt een leidinggevende hebben om naar te kijken. Ja. Maar iemand in een voorbeeldfunctie, heeft dat meer waarde? Nou ja, dit is veel belangrijker dat je zelf je eigen waarde natuurlijk ontwikkelt. Als mens zijnde en hoe je als mensen tot elkaar verhoudt. En niet aan een houten methode die ergens... De leiding zou hebben of je kunt beter jezelf leiding geven als mens zijnde, denk ik. Ja. En dan volgen mensen jou, als je echt leiding geeft, hè, dan volgen mensen jou vanzelf op jouw pad en op hun eigen pad. Want Max, wat zijn er bepaalde duistere aspecten van het Koningshuis? Nou, dat is ook hun geheime bijeenkomsten natuurlijk. Het Bilderberggroep, waar ook het Koningshuis bij hoort. Dan worden heel veel belangrijke beslissingen genomen. Ook over crisissen die worden gecreëerd. 9-11, daar begon het al mee dat het heel duidelijk was. En ook natuurlijk de financiële crisis daarna. Nou, nu recentelijk de coronacrisis, de Great Reset. Waar we natuurlijk heel veel strijd mee hebben. En heel veel door... aan de ene kant wakker zijn geworden, aan de andere kant natuurlijk gefrustreerd raken dat er zoveel mensen het niet zien. En dan heb je ook nog de feestjes die ze houden, rituelen. Er gaan ook heel veel verhalen over de ronde. Ook over een Walpurgisnacht en dat soort zaken? Ook child hunting, zelfs in bossen, dat ze gaan jagen op kinderen. Hele lugubere dingen, ja. Ja, maar ik heb gehoord dat volgens mij is het de verjaardag van Alexander, die valt op zo'n soort dag, als ik het goed heb. Is het iets waar je vanaf weet? Ja, hij is niet vandaag jarig. Hij is niet vandaag jarig? Nee, dat denk ik. Ja. Ik dacht het wel, maar... Ja. Ook dat niet eens. Nee, dat vraag ik aan jou. Oh ja, nee. Ja, volgens mij is hij vandaag jarig. Volgens mij is het vandaag ook een of andere rituele dag. Ja, niet van op de hoogte, nee. Nou ja, maar je mag toch wel verwachten dat het een koningshuis van onbesproken gedrag is, hè? En terwijl ze hebben zich altijd wel... dat ze zich nog steeds met allerlei... onwelsmakelijke mensen zich verhouden. Ik bedoel, Bernhard alleen al, dat was natuurlijk al een SS'er, hè, voordat hij hier getrouwd was met Juliana. Hij is nu natuurlijk, en Willem-Alexander zelf ook getrouwd met de dochter van een, iemand uit een behoorlijk dictatoriaal regime uit Argentinië. Dus ik bedoel, het feit dat ze uit Argentinië komen mag ook al enige belletjes laten rinkelen. Ja, nou ja, we weten allemaal dat daar in Brazilië en Argentinië heel veel naties zijn verhuisd naar de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dus, inderdaad, wat Max ook al zegt, via de Bilderberggroep wordt er echt nog steeds heel veel macht uitgeoefend achter de schermen. Hè, door onder andere de mensen van het Koningshuis. Beatrice is er ook lid van geweest. En Maxima heeft natuurlijk ook weer gewoon bij het WEF gesproken. Dus dat zijn mensen echt met invloed en macht achter de schermen. Ja. En ja, niet altijd van onbesproken gedrag, om het zo maar te zeggen. Maar ben jij dan meer een republikein, Max? Als in geen koningshuis? Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar... ik ben ook bij de bezoek van Macron ben ik ook geweest om te kijken en proberen een protest te doen, een steunbetuiging voor het Franse volk. Nou, die werd ook als een koning onthaald. En dan vooral wat mij dwars zit is dat er zoveel politieinzet voor nodig is om die mensen dus hier een leuke tijd te bezorgen. Terwijl je onder andere krijgt te horen, ja, we hebben geen bezetting bij de politie, personeelstekort. En de protesten, dat is allemaal veel te veel en dit allemaal geklaagd tegenover ons. Maar als je dan vandaag weer ziet hoeveel politie op de been en de meesten die doen helemaal niks, die staan er een beetje. Ja, ik vind dat heel schokkend. En wat is een ideale vorm? Ja, de Bataafse Republiek werd over gesproken. Maar vooral, we hebben wel voorbeelden nodig, bepaalde leiding. Maar daarin moet je wel kritisch blijven natuurlijk, want macht corrompeert. Iemand zei ook tegen mij vandaag, Max, jij moet de koning worden. Ik zeg, nou, dat lijkt me niet makkelijk om de koning te zijn. Ja, want je hebt natuurlijk ook een bepaalde voorbeeldfunctie. Je bent een beetje aanwezig bij elk protest. Hoe hou jij, zeg maar, hoe blijf jij oncorrompeerbaar? Ja, met goede mensen omgaan. Ik blijf natuurlijk in het geloof staan, in het licht. En ja, tuurlijk, soms wil je wel eens... Ja, een andere koers gaan varen, maar je bent toch in een bepaalde situatie en je wilt toch vasthouden. En ja, je probeert ook gewoon nederig te zijn. En ja,
ik sta open voor kritiek. Alleen ik vind het niet fijn als mensen kritiek uiten in het openbaar zonder je eerst van tevoren te aan te spreken. En dat is wel waar heel veel mensen een handje van hebben. Om je publiekelijk aan de schandpaal te willen nagelen voor allerlei zaken. Ja, dat past natuurlijk ook helemaal in het thema van het internet. Hè? Alles kan gezegd worden door iedereen. Dus is het in zekere zin niet heel onvermijdelijk om gewoon bakken met kritiek te krijgen? Nou, die krijg ik ook. Op Twitter, de meest vreselijke berichten die ik lees in mijn eigen comments. Heel veel trollen die mee zitten te aasen om mij onderuit te halen, mij voor gek te verklaren. Dus het is moeilijk. En ik vind het ook soms moeilijk. Ja, waar begint de corruptie? Het zit overal in verweven. Dus ja, je moet ook naar jezelf kijken natuurlijk. Ja. Ja. En dan ben je ook minder kritisch voor een ander. Ja. Zou iedereen moeten gaan protesteren? Ha, als iedereen gaat protesteren, dan gaat het morgen wel veranderen. Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, als heel Den Haag vol staat met een miljoen mensen of zo of meer. Dan moeten we eens kijken of ze dan deze dingen nog doordrukken. Maar ja, het is maar de vraag of dat gaat gebeuren natuurlijk. Zijn evenementen zoals dit in een zekere zin ook misschien een protest? In zekere zin is het wel goed natuurlijk. Hè. Dus, kijk, we zijn hier om ons te verbinden met elkaar, om elkaar te sterken in onze overtuiging wat wij vinden dat wij denken dat het goed is en wat juist is. Wat mooi is ook in deze wereld in feite. En als je bij protesten gaat het toch vaak over tegen dingen te zijn, weet je. En ik denk, eigenlijk is het nog veel beter om maar voor dingen te zijn en je te verbinden met elkaar in liefde en in vrijheid, zeg maar. Vrijheid die zit uiteindelijk ook van binnen, hè. Dus die kun je gewoon voor jezelf opeisen van ik ben vrij gewoon. En ik laat mij niet beperken door welke wet of regelgeving dan ook, welke overheid dan ook. Hoe blijf jij vrij, Max? Hoe ik vrij blijf? Hoe jij vrij blijft. Nou, dan moet ik niet protesteren, want dan word ik zo opgesloten. Ja, want jij bent laatst in Frankrijk ook opgepakt, hè? Je was naar Frankrijk gegaan om te protesteren. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, heel pijnlijk. Ik was gewoon vrij postig. Ik kwam door een vertraging heel laat aan, waardoor het protest van die dag al een beetje in de afronding was. Dus was een beetje gehaast op weg naar het paleis van Macron. En toen zag ik de Arc de Triomphe en daar stond heel veel politie omheen. En ik dacht dat ik ook een protest daar zag gebeuren. Maar dat was het uiteindelijk niet. Dus ik kwam daar aanlopen over de weg, notabene, maar dat mag daar ook niet. Je moet met een tunneltje daar komen. En het is een beruchte plek. De gele hesjes hebben het al eens een keer ingenomen. Plus, ik liep met een geel hesje. Ik filmde. Ik liep over de weg. Ze zeiden ook tegen mij, die een van de leidinggevende voor de politie, je had nooit hier naartoe moeten komen. Je moet in je eigen land blijven. Nou ja, dat vond ik al heel dubbel. Hè? We leven toch in een globalistische wereld, dus waarom mag ik alleen in mijn eigen land protesteren? Dat is de EU toch? Ik dacht dat zei ik ook grenzeloos moesten zijn. Ja. Nou ja, je mag daar ook de politie niet filmen. Dus eigenlijk alles wat ik deed was een beetje olie op het vuur. En uiteindelijk, heel veel gingen ze bellen. Ik weet nog steeds niet waar ze het over hadden aan de telefoon en met wie. En toen vonden ze een klein mesje in mijn tas en dat was voor hun de reden om me aan te houden. Oké. En heb je uiteindelijk daar ook een boete voor gekregen voor dat mesje? Alles geseponeerd. Dus het is wederom een aanhouding die niet had mogen gebeuren? Het had wel mogen gebeuren, maar mij werd ook bij de aanhouding gezegd, ja, je wordt na een paar uur alweer vrijgelaten. Maar ja, ze hadden me toch een nacht gehouden en een hele dag bijna. Ik was pas om 3:30 pas vrij de volgende dag. Ja. Dat was heel teleurstellend. Maar ja, wel een rijke ervaring hoor, in de cel en op het bureau. Ja, wel een spirituele ervaring. Ja. Oké, maar het klinkt alsof je voor een goede protesteerder toch wel enigszins je vrijheid met een korreltje zout moet nemen dan. Nou, je innerlijke vrijheid, hè. Dus altijd vertrouwen in je integriteit, dat alles goed komt, geen gewetensnood. Dus het kwade omzet in het goede en in lastige situaties toch proberen je vrijheid van binnen uit te oefenen. Oké. Want ik kan ook vrij zijn, maar van binnen helemaal gebonden aan allerlei negativiteit. Oké, ja. En om blijven te zetten naar positiviteit van binnenin. Vrijheid komt van binnenuit, als ik jou zo goed begrijp. Ja, wij geloven ook als christenen natuurlijk in dat Jezus ook heel veel geleden heeft om ons vrij te kopen. Dus als ik zelf lijd, dan probeer ik ook daaraan te denken dat Jezus ook voor mij geleden heeft. En dat daaruit iets moois is ontstaan. Ik weet niet of ik nog terugkom in Parijs. Ik heb de dag daarna nog wel wat actie gevoerd.
Maar ik ging natuurlijk wel met een dubbel gevoel weer naar huis, ja. Nee. Teleurstellend wel, op ja, grote punten. Oké. Okay. Ja, wat ik zo mooi vind aan Max is dat hij echt ook naar eer en geweten gewoon alles doet. Hè. Soms een beetje ja, op zijn eigenzinnige manier, zou ik zeggen. Maar, en dat wil hem wel eens wat problemen opleveren ook inderdaad met de overheid, met de politie. Maar ik vind dat hij het altijd naar eer en geweten doet. En dat vind ik zo mooi. En dat maakt je ook vrij volgens mij. Als je je geweten volgt en daarvoor gaat staan voor wat je gelooft. En daarna handelt ook. Dat maakt je echt vrij. Oké. Okay. Ik vind dat een mooie einde. Dan ga ik dit gesprek afronden. En dan gaan we over naar de volgende gasten. Hartstikke bedankt. Een applausje voor de heren, dames en heren. Goed gedaan, man. Ja, ik ga spreken straks nog wel even. Ja, jij ook bedankt. Ik moet er nog dan, jij gaat even inkondigen. Ja. Ja, lieve mensen. Volgende man die ik aan jullie wil voorstellen, dat is voor veel mensen die regelmatig in Bosvreugd komen al geen onbekende meer. Deze man heeft geweldige lezingen gehouden. Waaronder de kalenders van de Maya's. Super interessant. Voor mensen die een beetje bewust willen zijn van hoe we gefopt zijn door met klokken te gaan werken. Als je hem ergens op de agenda ziet staan, zou ik er zeker een keer naartoe gaan. Hij is ook auteur. Hij is een van de beste interviewers bij Café Weltschmerz. Even kijken of ik nog een veer heb om in zijn reet te steken. Zo, heb ik er nog één? Nee, in ieder geval geef hem een daverend applaus, mensen. Peter Tonen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, ik ga vorige week nog een lezing hier. Toen heb ik beloofd iets te gaan vertellen over het Koningshuis. Maar dan ga ik even... Wat heeft Tilburg te maken met het Koningshuis? Dan kom je terecht bij Willem II. En zie je alleen die scharenbandjes en die club die vorig jaar gedegradeerd is... Maar Willem II, die woonde in Den Haag, maar die zat eigenlijk meer in Tilburg. Hè? Die heeft hier Paleis Raadhuis gebouwd. Maar er is iets met die Willem II. Want die heeft samen met meneer Blüchner en Wellington heeft hij toen Napoleon verslagen. Willem II was een van de laatste koningen die nog net als in oude films op een paard met een zwaard te strijden trok in Waterloo. Dat is de slag bij Waterloo geweest. Is ook aan zijn arm verwond geraakt. Maar er was meer aan de hand met die Willem II. Even twee dingen. De slag van Waterloo, die is dan gewonnen door ons en door de Engelsen. Maar dat is de ondergang geweest van eigenlijk de mensheid. Want daardoor, dat is het basis geweest van het kapitaal van de Rothschilds. Dat is 2 eeuwen geleden gebeurd. En vanaf dat moment, want dat is allemaal betaald geweest door de Rothschilds, die oorlogen, had een bank meer geld in huis dan de staat. En een voorouder van Willem II, Willem III, dat was William the Conqueror, die heeft, die klootzak, die heeft ooit een charter uitgevaardigd, waarmee de bank überhaupt geld mocht lenen aan een staat. En lang verhaal kort, die Oranjes, die hebben nogal wat met ons geldsysteem te maken. Nou, die Willem II, om het verhaal af te maken, die was biseksueel, die was ook chantabel, die is met allerlei mannen en vrouwen naar bed gegaan, maar hij was kinderloos. Dit is een lastige voor veel mensen, maar zijn vrouw heeft een kind gemaakt bij een bediende. Lang verhaal kort, onze Willem van Oranje is geen Willem van Oranje, de huidige Willem-Alexander. En ze hebben er iedere keer blauw bloed in moeten brengen door eerst die familie met een Bernard te laten trouwen, met een Klaus. En nou met een adel, een Duitse adel eigenlijk uit Argentinië, namelijk die Maxima. En zo is het langzaamaan weer een soort van blauw bloed geworden. En er is iets met dat blauw bloed, want dan kom je terecht bij de vraag van wat vindt die adel nou belangrijk om met elkaar te trouwen? Want dat doen ze al duizenden jaren. Ja, dan kom je terecht en dan is er dus een relatie tussen Tilburg en Anunnaki. Ai. Er zijn ooit koninklijke bloedlijnen op deze planeet gezet. Dus dan heb je dus een familie en die... het gaat zo ook al hoor. Dan heb je dus een familie die bemiddelt tussen de koning en het goddelijke. Er is ooit bedacht namelijk dat wij mensen de natuur moeten overheersen. Dat wij de baas zijn over de planten en de dieren. En boven ons staat ook een baas. En daar is die koning dan de soort bemiddelaar voor. En dan moeten wij daar weer voor gaan knielen. En dat hebben ze nu al duizend jaren volgehouden. En intussen zitten we met dit rare spelletje. Nou, dat blauw bloed,
by the way, dat heb ik vorige week over gehad. Het schijnt zo te zijn, kijk, ons bloed is rood door het roesten van ijzer in het bloed, hè? Laat me een verhaal afmaken. Ons bloed is rood vanwege, dat komt door het ijzer. Als ijzer roest, krijgt het iets roodachtigs. Maar bij hun zit er wat meer koper in. En dan krijg je dus een koper, dat weet je, dat roest anders. Je koperen daken, en dan krijg je dus blauw bloed. Ja. En dat is een heel verhaal, maar in mijn laatste boek staat een heel verhaal over al die bloedlijnen. Voor hen is dat heel belangrijk. Het is ook niet voor niks dat meneer was het 15 jaar geleden, die vaccinelichtjesgooier, dat is een heel mooi scrabblewoord. Ja, die heeft een paar jaar gekregen. Maar waarom heeft die man zo lang vastgezeten? Niet omdat hij die koets beschadigd had of een moordaanslag pleegde, want dat doe je niet met een vaccinelichtjeshouder gooier. Zeg ik het goed? Ja. Nee, omdat hij vragen had over het DNA van de koning. Maar die wilde weten, die wilde een onderzoek laten doen naar het DNA van de koningin. Dat weigeren ze. Dat heeft te maken inderdaad met dit verhaal. Dus er is een reden, zij, kijk, lang verhaal kort, die adel, die heeft het door de eeuwen heen ook met anderen gedaan. Dus wij hebben allemaal wel ergens ook wel adellijk bloed in ons, want het is allemaal door elkaar gelopen. We zijn eigenlijk genetisch gezien een vuilnisbakkenras met z'n allen. Nee, zij vinden dat belangrijk, omdat zij aanbidden bepaalde goden. Ja, dan kom je terecht bij al die kwalijke dingen. Dan heb je het over religies waar ook kindertjes voor geofferd worden en zo. Nee, maar dat is, ze hebben een soort, wat voor hen belangrijk is, dat het allemaal in de familie blijft. En dat is een verhaal apart. En die bloedlijnen bestaan echt. Want ik heb het onderzocht, dat is een heel verhaal, door een gynaecologisch boek van bloedlijnen van een bepaalde Engelse familie. En dan kom je allemaal uit bij ergens, uiteindelijk kom je in Egypte terecht, in Sumerië. Maar bijvoorbeeld bij de Romeinen had je de familie Piso. En uit die familie kwamen alle keizers en koningen kwamen eruit. En die lijnen die lopen allemaal, als je die lijnen gaat volgen naar nu, dan kom je allemaal mensen uit de geschiedenisboeken tegen die jij kent. En die het allemaal met elkaar gedaan hebben. En dus ze houden het allemaal in de familie op die manier. Maar ja, kijk, dan ben je dus de baas van anderen, omdat eigenlijk door de seks die jouw ouders met elkaar gehad hebben en jij daar een kind van bent geworden. En zo iemand die staat dan boven ons. Dat is een beetje een raar verhaal. Het is ook een warrig verhaal nu, maar er is dus een relatie tussen deze stad en die Willem II. Dat was de laatste echte Oranje. En we hebben dankzij Willem II, nogmaals om het verhaal af te maken, ja, is Napoleon verslagen. Maar dat is dus, daarmee is de mensheid verslagen. Want je weet het verhaal van de Rothschilds. Er was een Rothschild in Engeland die toen verteld heeft dat niet Napoleon maar verloren had, maar wij. Waarop mensen allemaal hun aandelen verkochten. Die heeft hij opgekocht, waardoor zijn winst verzevendertigvoudigde. En vanaf na de val van Napoleon was er dus een bank, voor het eerst in de geschiedenis was er een bank die meer geld had dan de staat. Daar is de ellende mee begonnen. En vanaf dat moment moet de staat altijd van banken, in dit geval nu van multinationals, geld lenen. En dat is het systeem waar we nou in zitten, waarin gewoon een stel hele grote jongens, en het zijn nu Vanguard en BlackRock geworden, ja, die hebben het geld. Dus wat een regering ook wil, die moeten dus samenwerken met hun. Dus dat is een soort handjeklap. Regeringen voeren de wetten uit die zij eigenlijk willen hebben om, nou ja, ons te onderdrukken. Maar lang verhaal kort. Ik vind het leuk om een soort, dat met z'n allen dat we op zo'n dag feest vieren. Maar sta er wel bij stil waarom. Het, wat mij betreft gaat het niet om dat één familie belangrijker is dan andere families. Dat wou ik even vertellen. Zo, kom maar nog even aan tafel zitten hier. Ja. En dan nodig ik daarbij ook Hendrik uit, toch? Zeg ik dat goed? Ja. Mag jij hier plaatsnemen? Ik ook plaatsnemen. Zo, en jij mag daar plaatsnemen. Zo. Gunstig. Zo. Nou, we hebben het over bloedlijnen. Ja. Is dat iets waar je ook bekend mee bent, Hendrik? Ja, bij ons thuis hebben we er ook één. Een bloedlijn? Ja, thuis zelfs. Een blauwe bloedlijn? Bij de laatste kleurenvaststelling was het nog rood. Oké, mijn ook hoor.
Oké. Zo, ik krijg audiotips constant. Ja, het is het belangrijkste van een podcast, is het geluid. Ja, ja, want het is natuurlijk voor het afluisteren is het heel fijn dat het allemaal heel duidelijk is. Maar voor het opnemen is het ook heel belangrijk dat het daar niet overstuur is. Dus ik ben alles voor duizend manieren. Het is een balanceeract. Oké, okay, dan moet ik zo in praten. Ja, oké. Okay. Niet te dichtbij heb ik net gehoord. Dus, okay. Maar ook niet te ver weg. Dus. Bloedlijnen, Peter. Hoe belangrijk is dat nou? Hè? Is er daadwerkelijk een bloedlijn die teruggaat naar het oude Atlantis? Ja, die bloedlijnen gaan, die gaan duizenden jaren terug. En er zijn er gewoon een paar, eigenlijk door de duizenden jaren heen zijn er iedere telkens enkele families geweest die de touwtjes in handen hadden. En die vinden het ook heel belangrijk om het binnen de familie te houden. En je zou kunnen zeggen, niet alleen de adellijke lijnen, maar dat Nederland ook geregeerd wordt door een paar families maar. En die trouwen allemaal met elkaar. Dus dat vinden ze, ja, op de een of andere manier vinden ze dat heel belangrijk. Maar is dat niet iets waar waarde aan wordt gehecht wat gewoon fictief is? Is het een soort van iets waar, waarde, ja, waar wij dan waarde aan hechten, zeg maar? Of ja, ik het... niet. Ja. Ik wijk in mijn eigen familie al af. Ik schijn de enige te zijn of een van de weinigen die niet de prik genomen heeft, bijvoorbeeld. Dus ja. Ja, want ik zie het zeg maar als een soort van ook weer een soort van mind control. Hè? Net zoals de farao's dat vroeger deden. Die zetten dan een heel theatraal spelletje op. Waarbij dan misschien een eventueel natuursverschijnsel plaatsvindt. Wat dan vanuit kennis wordt gepland. Zoals bijvoorbeeld de zonsverduistering. En iedereen is daar dan van onder de indruk. Is zo'n bloedlijnenverhaal, is dat ook zoiets? Gewoon iets waar we eventueel van onder de indruk zouden moeten zijn? Het is sowieso vreemd dat er een... Dat er families zijn, en dat, door geboorterecht, dat jij dan de baas van een land kunt zijn. Dat je dus boven de mensen kan staan, dat wij onderdanen zijn en zij dus een soort bovendanen. Ik heb bijna ook met ze te doen, want ze kunnen er, weet je, je zal maar daar geboren worden. Dan kan je ook niet anders meer. Dat deden we vroeger hier toch even heel anders, hè? Met die koningen van toen, die werden door de stam werden die aangesteld. En als ze het niet goed deden, dan hadden we wel weer een nieuwe, hè? Ja, maar want is er een tijd waarin we dat anders hebben gedaan? Nou, in klein stamverband moet iedere keer de leider gekozen worden. Daar is niks mis mee. Dat doen dieren ook. Het hele idee van hiërarchie is een raar menselijk concept. Dat ene de baas kan... Ik vind het bizar überhaupt dat er iemand die bijvoorbeeld die ik alleen maar van een schermpje ken... mij gaat vertellen wat ik moet doen. Ik bedoel, ik vind het nog gekker dat iemand het gek vindt, maar dat is een ander verhaal. Dat idee verwerp ik. En ook nog dat het bij geboorte is. Dus je komt uit de familie en dan ben jij ineens de koning. Ja, en in Korea hebben ze dat zelfs nog maar eens een keer doorgevoerd. Ook al waren ze gewoon helemaal op het communisme. Ja, die familie Kim, hoe heet ze? Kim Jong-il? Kim, ja, zoiets. Ja, die doen ook alleen maar een soort troonopvolging. Dat is een nieuwe dynastie, in feite. Die hebben dat in rap tempo geïntroduceerd, hè? In een tijdspan van wat zullen we zeggen, 70 jaar of zo. Die zijn na de Tweede Wereldoorlog is die geïnstalleerd door die hele Kim-familie. De eerste Kim Il-sung of zo, dat was de eerste, ja, volgens mij. Ja, ze heet allemaal Kim daar, dus ik weet... Het is verwaard met de Kimmen. Ja. Ja. Nou ja, maar zo zie je wel dat hoe snel dat allemaal geïntroduceerd kan worden. Dat je, als je één generatie eenmaal mee hebt in een bepaald machtspatroon, dat het dan daarop voortgebouwd kan worden al meteen heel snel. En ze hebben daar behoorlijk een hele stalen greep, hebben ze daar... Ja, maar de echte oude koninklijke en adellijke bloedlijnen, die gaan echt duizend jaren terug. Ja, want waar is onze koning... Als je kijkt naar de Britse koninklijke familie... Dat zijn de Windsors, dat zijn ze vanaf 1919 pas. Ja. Maar die komen allemaal van Coburg-Saxe. De Europese koninklijke adel is allemaal familie van elkaar. De tsarenfamilie die ze uitgemoord zijn, de Romanovs, dat waren neven en nichten weer van de Windsors. Is dat allemaal vanuit die Habsburgse situatie gekomen? De Eerste Wereldoorlog was eigenlijk bedoeld om een einde te maken aan de macht van het Habsburgse Rijk. Dus van bepaalde koninklijke macht. Voor die tijd waren in Europa allerlei koningshuizen de baas. Na de Eerste Wereldoorlog was dat gedaan.
Ja, maar wij zijn er in Nederland al vrij vroeg mee begonnen. Hè? 1500 hebben we hier die hele Spaanse meuk eruit gejanst. Ja. En hebben wij een tijdje heel succesvol een republiekje gevoerd. Ja. En ja, inderdaad, zoals je net ook al zei, toen heeft Napoleon hier weer een of andere Lodewijk lopen installeren. Ja, die Lodewijk was een broer van hem. Kijk, Napoleon is weer zo'n type die heeft zichzelf tot keizer laten kronen. Ja, 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 daar had hij verder niemand voor nodig. Ja. Maar je ziet altijd, en de paus moet dat dan uitvoeren. En Napoleon die had dan nog wel, nou dat ga ik zelf doen. Die heeft zijn kroon zelf opgezet. Ja, daar heeft hij gelijk in ook. Maar we hebben 1000 jaar middeleeuwen gehad met koningen die de baas waren. En alleen daarboven stond dan de paus. Ja. Dus je hebt altijd een piramidale structuur met koningen. En eromheen heb je altijd een soort priesterkasten. En die zorgt voor het verkooppraatje van de macht. Zo, die voorziet het van een legitimiteit. Ja. Ja, want momenteel leven we in een wereld waarbij de macht van de koning zogenaamd vrij symbolisch is. Ik denk dat als je aan een gemiddeld Nederlander vraagt... Ja, maar waarom kost dat dan miljoenen euro's? Ja, en ze krijgen het toch voor elkaar om enige macht naar zich toe te trekken, nou ja, geld, financieel gezien. Ons huidige koningshuis is alleen met geld bezig. Ja. Echt, dit gaat in... Ja, dat gaat alleen om geld bij hem. Maar als ik het goed begrijp, zijn die Oranjes geïnfiltreerd. Want die familielijn is niet terug te leiden naar Lodewijk en ook nee, niet dus naar de Oranjes. Nee, ze hebben er weer blauw bloed in moeten brengen met oude Duits adel. Dus te beginnen met, inderdaad met Bernhard. En dan krijg je Klaus. En nou Maxima is ook oude Duitse adel in feite. Dus de hele Oranje structuur, dat is nooit blauw bloed geweest? Vanaf Willem II, die hier... resideerde, is dat feestje afgelopen geweest eigenlijk. Die lijn is gebroken geweest. Ja, want als ik het goed begreep, kon hij geen kinderen krijgen, toch? Ja, nee, hij heeft geen kinderen gehad. Maar Willem II was dus nog wel terug te trekken naar een of ander blauw bloed. Ja, die had een hele verzameling Willem tot en met dan kom je terug in de Gouden Eeuw. Maar wat is er dan naar Willem geïnstalleerd? Was dat een bastaardzoon, of hoe moet ik dat zien? Sorry? Wat is er naar Willem II geïnstalleerd dan? Willem III, die was niet echt een zoon van. Dat is alleen zo bedacht. Waar kwam die vandaan dan? Ja, die is gewoon ergens in de klei getrokken of zo. Nee, zijn vrouw heeft bij een bediende een kind gemaakt. Dat is, nou ja, dat verhaal, ik weet het ook allemaal niet precies, maar... Ja, standaard bij dat soort situaties. Wat is standaard bij dat soort situaties? Nou, dat er weer een huishoudster of zo zwanger wordt gemaakt... Ja, het waren die Willem II en Willem III waren geen lievertjes. Dat, wat dat betreft, nee. Want welke Willem hebben we het over? Was dat de Zwijger? Of, wat zeg je? Welke Willem hebben we het over? Was dat de Zwijger? Of, Nee, Willem de Zwijger, dat is Gouden Eeuw. Dat is nog heel ver terug. Wow, dat is een van de eerste Willems geweest, ja. Ja. Maar nu dus, als ik het dan goed begrijp, dan heb je dus door een reeks aan Klausen, Bernhards en dus ook nog een Maxima, een Zorgeta erin gejanst. Waar komt die Zorgeta vandaan dan? Is dat ook een of andere bloedlijn van jou? Ja, als je de bloedlijnen van de Zorgetas neemt en die van de Oranjes, dan kom je bij een gemeenschappelijke bron uit, bij gemeenschappelijke voorouders uiteindelijk. De gemeenschappelijke voorouders? Ja, dan zit je bij oude Duitse adel. Allebei. En dezelfde adel heb je het dan over. En dan heb je het over een stelletje gevluchte naties. Of een stelletje? Gevluchte naties. Misschien nee, even dat is weer een ander verhaal. Koptelefoon opzetten, dan kan je me wel beter horen. Ja. Hoor jij me wel goed? Nee, dat is weer een... Nee, ik hoor... Ja, zo, nu hoor je me wel beter, hè? Okay. Nee, dat is weer een ander verhaal. Dat is weer... Oké, maar hoe komen die dan in Argentinië terecht? Nee, dat is eeuwen teruggegaan. Argentinië wordt voor de helft bevolkt door... In de 19e eeuw gevluchte arme Italianen. Dus je vindt allemaal heel veel Messi en zo. Dat zijn Italiaanse achternamen. Ja. Dat vind je heel veel daar. En na de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel nazi's ook heen verhuisd. Met een U-boot. Maar er zat al van oudsher zaten er veel Duitse families. Maar die zaten ook in Mexico, by the way. De Duitse families zaten in Mexico. Dat hoor ik nu voor het eerst. Oké, coronabier hebben te danken aan een Duitse brouwer in Mexico. Okay. De Duitsers hebben bier naar Mexico gebracht. Daar hebben we corona aan te danken. Het bier althans. Ja. Het zal vast wel met elkaar te maken hebben. Ja. Nee, Mexico is eventjes ook een kolonie geweest van Duitsland in de 19e eeuw. Vandaar dat je ook veel Duitse achternamen daar vindt. Ja. Maar dat is een zijspoor wat we nou in gaan. Een zijspoor is geen ramp. Ik heb hier inderdaad nog een tweede gast zitten over zijsporen gesproken. Ik kreeg een heel setje kaartjes, of een kaartje voor jou, maar een heel setje onderwerpen daarover. Ja, op de achterkant van mijn kaartje
staan, is een bloemlezing van de verschillende onderwerpen die gepasseerd zijn. En wat houdt het in, een bloemlezing? Ja, dat is een verzameling, zeg maar, in dit geval. Dus gaat hoofdzakelijk gaat het over alledaagse scheikunde. Dus daar waar een gemiddeld mens met scheikunde in aanraking komt. Dus dat is milieu, dat is gezondheid. Soms dingen in het nieuws. Nou, daar maak ik podcasts, of hoe zeg je dat? Vlogs maak ik daarover, video's. En veel over voeding, want daar zitten natuurlijk ook allerlei stoffen in. Dus wat is een vetzuur? Dat kun je daar leren. Ja, want worden wij inmiddels ook niet ondermijnd door de voeding? Dat ligt eraan wat je naar binnen haalt. Spul van de supermarkt? Ja, kijk, het is ook allemaal niet zo moeilijk. Dus aan de ene kant heb je dus een hele sterke lobby bij de politiek. Dus dat is de reden waarom de vleeswaren, die mogen nu niet meer 15 gram, maar 11 gram zout per kilo hebben. Vertelt de slager dan. Als je zegt van het begint al een beetje flauw te worden. Als je minder zout in het eten doet, dan krijg je dus mensen met een zouttekort. En dan kun je weer medicijnen verkopen. Dus er is scheikunde overal te vinden. Ook in het bloed? In het bloed ook. Ja, nou ja, neem alleen dat grafeenoxide van 2021. Dat is ook scheikunde. Dus een PCR is ook scheikunde. Karen Mullis heeft de Nobelprijs gekregen voor scheikunde, voor het uitvinden van PCR. En grafeenoxide, is dat iets waar je bekend mee bent, Peter? Ja, ja. Dat is een bepaalde koolstofverbinding die wel handig is, maar niet in je bloed. Niet in je DNA. Het is op heel... Ja, dat weet jij niet beter. Het is een soort honingraadstructuur aan koolstof. Grafeen hebben ze gevonden toen ze met een plakbandje van wat potlood op een papiertje hebben ze dat eraf getrokken. En wat er dus aan die plakband bleef hangen, dat is grafeen. En dan kun je het een beetje oxideren, zoals dat heet. En dan krijg je grafeenoxide. Ja. En dan kunnen daar allerlei nieuwe dingen mee. Ik ga heel even tussendoor even de schoolmeester uithangen hoor. Ik heb hier nog steeds een mooi bel liggen hier. Het is een signaal voor iedereen om toch nog heel even iets stiller te zijn. Want alles staat in het rood. En dankjewel daarvoor. We hebben het over grafeenoxide. Is dit een soort van spirituele kaping van ons hele systeem? Goeie vraag. Peter, jij hebt meer met dat bijltje gehakt. En pak die AI er ook maar even bij. Ja, AI, dat is een verlengstuk van eigenlijk van... hoe zeg je dat? Eigenlijk allerlei psychopathische krachten. Ik bedoel, net als een psychopaat heeft een robot geen geweten en geen empathie. En het is een prachtig verlengstuk om programma's mee uit te voeren. En AI ontstaat eigenlijk daar, dat kan de ruimte nemen waar wij ons gevoel niet gebruiken. Daar kan AI alles invullen. Ja. En het haalt je ook uit je gevoel. Is die AI en de desbetreffende grafeenoxide die bij sommige mensen erin is geschoten, is dat ook iets waar deze blauwe bloedlijn mee vervuild is, denk je? Nee, die blauwe bloedlijn niet. Nee, ze willen het ons bloed krijgen, lijkt het wel. Ja, exact. Dat verhaal van dat er menselijk DNA in hamburgers wordt gevonden. En nou willen ze dus kweekvlees maken. En zelfs van menselijke cellen, hè? Ja. En nou, dan moet je toch de vraag stellen. Wiens cellen zit je dan uiteindelijk massaal op te eten wanneer je een burgertje haalt bij de McDonald's? Ja.
Ja, ja, je hoort het vaak. Er zit de Soylent Green, hè? Soylent Green, wat we allemaal te voeren krijgen. Ja. Een leuke film. Kun je op YouTube zo bekijken op een avondje, dan weet je wat, wat dit is. Hè? Ja. Ja. Maar daar lijkt het op dat ze die kant op willen. Het is dat hier met zwarte magie op zijn minst gepoogd wordt te werken. Dat is vrijwel. Dat is wel aannemelijk, zou ik zeggen. Ja, ja, grafeenoxide is ook heel geleidend voor elektrische stroom. Maar dus ook voor elektrische straling of elektromagnetische straling. En dat is wat het. Dus als je het over wifi en 5G hebt en jij hebt grafeenoxide in je lichaam, dan kan dat erop gaan reageren. Ja. En los van, er is nog een andere eigenschap, want die grafeenoxide die kan, samengaan met je DNA, met die DNA-moleculen. Ja. En het op die manier kan het door je lichaam gaan verspreiden en je DNA modificeren, dus gaan veranderen. En je DNA is je computerprogramma, die jouw cellen vertelt wie ze zijn en wat ze moeten doen. En als dat, daar kan je dus aan knoeien. Dat gaat door tot, dat doet ook iets met je mind, met je gedachtes. Plus, je moet je een materiaal voorstellen wat op te beginnen flinterdun is. Ja, het is oersterk. Ja. En dan heel klein. Dan een ander woord voor dat soort objecten is scherp. Ja. Als je dat door je bloedbaan hebt. Er was een man die was uitgebreid in het nieuws gekomen. Het zijn superkleine scheermesjes zijn het in feite. Ja. Ja. Maar degene die daarmee kwam met dat inzicht. Die was verdwenen ineens, hè? Ja, dat gebeurt met meer van die mensen. Ja. Ik merk ook dat de gezelligheid toeneemt. Dus ik ga even een kleine roulatie maken. Ja. Ik ga afscheid nemen van Hendrik. En dan bedank ik jou voor dit gesprek. En wij spreken elkaar verder nog wel eens een keer. Dan gaan we wat dieper in op zaken, dat weet ik zeker. Lijkt me goed. En dan wissel ik jou af voor Rick Kuitens. Jongens, dames en heren, applausje voor Hendrik. Hey, zo. Oh, kijk uit dat er niet weer nog een keer weer met een handdoekje. Ja. Hey, hallo. Hallo mensen. Ja, hoi. Zo, nou, we zitten hier aan tafel met Rick en Peter. Lukt het allemaal? Flink aan het vliegen hier? Ja, het was echt een geweldige dag weer, hè? We hadden echt heel mooi weer ook. En wat een sfeer. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja, want jij zit ook in de organisatie hier, als ik het goed heb? Ja, we doen mee met de promotie en ik mag af en toe wat zeggen, iemand aankondigen. Ja? Ja, dus, en ik denk dat het een heel mooie dag geweest is. Wat vonden jullie van de dag, lieve mensen? Vonden jullie het leuk? Het dag is nog niet afgelopen. En dit is de allereerste andere Koningsdag. Ik hoop dat er nog veel meer gaan komen. Want ik denk dat we ook in de nieuwe wereld nieuwe tradities nodig hebben. Die maken we zelf. Zo hadden we 8 januari de eerste dag van de vrije media. En dat gaan we binnenkort ook weer doen. Dus ik zou willen zeggen, volg de... Oh ja, ik herinner me ineens dat ik hier moet praten. Ja. Nee, maar dat gaan we ook doen. En hartstikke leuk natuurlijk. Ja, vermaak jij hier ook een beetje, Peter? Jawel, ik kom altijd graag hier. Precies een jaar geleden op Koningsdag heb ik hier ook een lezing gegeven. In de avond was dat, was ook volle bak. En daarna waren er, was er dansen, er waren DJ's, net als nu. Nee, ik vind het een toffe plek hier, kom hier graag. Ik kom ook uit deze omgeving, ik kom eigenlijk uit heel Varenbeek. Ik heb hier in Tilburg op school gezeten, maar ik woon al heel lang in Utrecht. Dus ook om die reden kom ik hier graag. Ja, want ik bedoel, hedendaags hebben we alleen nog maar commerciële events. Ik zie ook in Arnhem, was vroeger met Koninginnedag, toen er nog Koninginnedag was, dat er in ieder geval allerlei kleine feestjes gaande waren, georganiseerd door individuele ondernemers. Tegenwoordig is dat allemaal massaal en groots en overal tickets verkopen, hekken eromheen. Dit is nog echt zo'n vrijplaats waar je gewoon lekker binnen kan lopen, je ding kan doen. Ja. Ja, en wat ook is, als je dan in deze tijd kijkt van hoe alles kapot aan te gaan lijkt te zijn, hè, met inflatie. Mensen hebben steeds minder geld te besteden. En dat dan op dit moment ergens in Rotterdam de duurste Koningsdag ooit georganiseerd wordt. Mag ongeveer 4 miljoen euro kosten.
Ja, en dan denk ik, het is een beetje wereldvreemd, hè? De machten, de regering, de overheid die met geld smijt overal. En dan niet langer echt het belang dient van de bevolking en zo. Ja, dat begint een beetje te knijpen. Dat is mijn persoonlijke mening dan, hè? Het begint een beetje te knijpen. Hè? Er wordt geld aan de Oekraïne gegeven. Ze gaan nu 28 miljard besteden aan wat ook weer? Aan de klimaatdoelen. Diversiteitszaken waarschijnlijk ook. Maar dan vraag je je af van welk belang dient de regering? Ik bedoel, ze zijn gekozen door de bevolking. En in plaats van het belang te dienen van de Nederlandse bevolking, dienen ze globalistische belangen. En ja, steeds meer mensen beginnen daar een beetje tegen te ageren en te denken van achter de oor te krabben. En te zeggen van, ja, dit is toch wel heel raar. En zo'n 4 miljoen euro kostende Koningsdag past in dat plaatje van, ja, dit is zo wereldvreemd. En daarom ben ik ook heel blij met de andere Koningsdag. Ja. Ik ben ook gekleed in het wit, hè, trouwens. Ah, kijk aan. Broertjes de Wit. Google even Gebroeders de Wit, jongens. Google even. Heb je het over die minister die opgegeten is? Ja, die is minister. Allebei zijn gekannibaliseerd ook. Van welke tijd hebben we nu? We hebben het nu over de eerste koning Willem. Die zeg maar met zijn groep huurlingen zeg maar, de gevangenenpoort heeft bestormd. En de gevangen gezette gebroertjes de Wit eruit haalden. En die zijn helemaal gelyncht door de bevolking. Ja, gevierendeeld of zo, hè? Ja. En ik moet ook altijd lachen, want wij vieren. Afgelopen jaar hebben we voor de tweede keer de akte van verlatingen gevierd met professor Bob de Wit. Hey, Bob de Wit. Ja. En dat is ook nog een nazaat van de gebroertjes de Wit. Ja. En die predikt gewoon een hele nieuwe samenleving en Society 4.0. Is Bob de Wit een nazaat van de echte de Wit-familie? Ja, ja, ja. Dat meen je niet? Ja. Dat is ook een soort van blauwbloedachtige situatie. Ja, ja. Nou ja, dat was geen adel, maar dat waren toen landspensionarissen, ik weet niet hoe dat heet. Maar ik vond het wel een leuk detail, want Bob is natuurlijk ook op zijn manier bezig met het maken van een nieuwe samenleving. Dat is leuk, ik had het over Tilburg, jij bent natuurlijk Hagenees. Nee, ik toch niet. Hagenees? Nou ja, die geboortje de Wit, dat is een Haags verhaal weer, toch? Ja, nou ja, klopt. Daar zat natuurlijk de regering al die tijd. Ja. Maar jaren spraakles, hoor je het nog steeds dan? Ja. Weggegooid geld geweest. Ja. We zitten dus. Wij leven in een land, in een wereld, geregeerd door psychopaten, zoals jij ook wel eens mooi beschrijft. Ja, is gehackt door een stel psychopaten. Ja. Gehackt ook nog. Want hoe neem je mensen in bezit door hun gedachten in bezit te nemen? En dit heeft heel veel met propaganda en gedachtenbeïnvloeding, noem het mind control, te maken. Hoe koppel je je los van een psychopaat? Door je grenzen te stellen. Door bij je gevoel te blijven. Je hart te volgen. Maar met name gewoon er niet op in te gaan. Dus je moet het niet voeden. Je moet er ook niet boos om worden. Je kan het ook niet opvoeden. Je moet gewoon zeggen tot hier en niet verder. Ja. Je doet maar niet met mij. En je kan ook dingen gewoon omdraaien. Als een psychopaat iets op je afstuurt. Dan kan je ook gewoon, om jou dreigen met iets, kan je ook omdraaien. Oh ja, dan hoezo? En dan jij kan ook dreigen, bij wijze van spreken. En heb jij wel eens last gehad van psychopaten, Rick, in je leven? Oh, grappig dat je dat zegt. Nou ja, ik ben me heel erg bewust geworden van psychopaten. En het leuke is dat je dat zegt, want ik ga daar een lezing over geven, of lezingen eigenlijk. Omdat in mijn bewustwordings... Kan je even... Die microfoon staat voor die camera. Kan je even tingelen of zo? Maar niet voor de camera zetten. En ook niet... Kan je even tingelen, dat zeg je niet bij. Ga door, met z'n praten. Ja, nou ja, in ieder geval waar we allemaal getuigen van hebben kunnen zijn... is dat in met name de laatste 3 jaar... dat we eigenlijk het lelijke gezicht van de tirannie hebben kunnen zien. En eigenlijk moeten we daar heel dankbaar voor zijn. Omdat er zijn een hoop mensen die klagen wel eens... dat er zulke enge dingen gebeurd zijn met mondkapjes en... vaccinaties. En we hebben dingen kunnen zien hoe ze dat dan in Australië doen en in Nieuw-Zeeland en Canada. Maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat er nog nooit in de wereld zoveel mensen bewust zijn geworden van het feit dat er gewoon heel veel dingen niet kloppen. En nu blijkt dat dat al heel veel jaren niet klopt. Dus ja, ik denk dat we dat moeten omarmen en daar dankbaar voor moeten zijn. Want ook wereldwijd, maar ook in Nederland, zijn we nog nooit zo verbonden geweest. Die groep mensen die het allemaal wel een beetje door heeft, zeg maar. Dus ja. Ik denk dat er een taak ligt voor mensen die het doorhebben. Vandaar dat ik ook lezingen ga doen. En ik ben daarmee geïnspireerd door Peter. Want ik ben een paar keer naar zijn lezingen geweest. Ik heb een paar keer geholpen om het te organiseren. En het is heel belangrijk dat we in contact komen met die mensen. Met die mensen die het allemaal snappen. En dat we
ja, gewoon strijdbaar blijven en naar mijn manieren blijven bezoeken om dingen openbaar te maken. En ook fysiek contact, hè? Want we zijn allemaal heel erg verbonden via het internet, maar dat is ja, toch ja, niet allemaal hetzelfde of hoe het zou moeten zijn, hè? Nee, klopt, want ik heb een podcast iets van 300-400 afleveringen en dat is projecteren. En je maakt iets en dat gooi je erin. Maar ik heb heel erg behoefte om die lezingen te gaan doen, om daarna ook in contact te komen met de mensen. Om op basis van die bewustzijn, bewustwording, ja, interactie gewoon. Ik wil me ook laten inspireren door mensen gewoon. Want we hebben allemaal ons eigen traject, onze eigen, hoe zeg je dat, onze eigen weg richting bewustwording. En ja, iedereen heeft een eigen fase en iedereen is bewust van andere dingen. En ik denk, hoe meer we met mensen in gesprek gaan, hoe beter het is dat we ja, van elkaar leren en elkaar ook inspireren om toch weer de moed te vinden, om toch door te gaan. Want wat zien we de laatste tijd? Zeker na de laatste verkiezingen, mensen kakken gewoon in. Gewoon. Het is een soort gelatenheid. Maar juist nu wordt het belangrijk. 30 april of 30 mei is de stemming in de Eerste Kamer over de wet publieke gezondheid. Dat is een voorzetting van de draconische spoedwet. En dat is ook een voortzetting van alle maatregelen die normaal tijdelijk waren. Maar die eigenlijk dan eerst nog een barrière hadden in de Eerste of Tweede Kamer. En in die wet wordt in de kleine lettertjes een totale weg geplaveid voor het regeren op ministeriële bevoegdheid. Zonder enige inbreng van de parlementaire democratie. Ja. Nee, wordt, maar ja, hoe mensen zijn die zich niet bewust? Die WPG die... Op 30 mei moet het dan in stemming komen bij de Eerste Kamer. Het is al door de Tweede Kamer heen. Maar het komt erop neer dat in geval van pandemie, maar daar kunnen ze altijd iets op verzinnen. Er kan ook een muggenplaag zijn. Krijgt dan de minister de almacht. Dus dan en al die maatregelen. Ze hebben die noodmaatregelen kunnen doen door een heel stelsel van maatregelen op elkaar te stapelen. De ene noodmaatregel op de andere, allemaal pleisters op pleisters. En nu is het gewoon één wet geworden. Ja, ik vind het belachelijk als je weet, het wantrouwen in onze regering is breed gedragen onder het volk gewoon minimaal. En dan ga je wel toestaan dat een minister maximale macht krijgt. Ja. Maar mensen weten dit helemaal niet. Nee. Het staat ook nergens in de krant. Het heeft in het blad, in het dagblad Trouw heeft er iets over gezegd. Maurice de Hond is onlangs wakker geworden. Hé, wat gaan ze nou doen? Die wet is heel ingewikkeld, dus niemand snapt het ook. Ja, dat is vaak ook het hele plaatje van dat juridische en zo. Hè? Onmogelijk ingewikkeld maken van zaken, mensen te verwarren. Ja, en wij willen met... want Rick en ik zijn altijd ook lid van de Vereniging van Vrije Journalisten. Maar wij willen met de andere krant, met LNN, met met alle media die er zijn. Weltschmerz, waar ik ook... Ik ga waarschijnlijk voor Weltschmerz daar ook een stel juristen over interviewen. Maar we willen dat in de komende weken wat massaal gaan brengen. Dat mensen wakker worden van... Jongens, we gaan dus onze macht weggeven aan één iemand die alles te zeggen heeft dan. Du moment dat er een soort noodmaatregel is. Ik bedoel, ze hebben al corona of de griep tot A-status verheven. En als iets een A-status heeft, dan kunnen ze zomaar uitmaken. Dan kunnen ze... Alles, de hele lockdown, de hele rimram kunnen ze bij Rona uit de kast trekken. Ja. Maar het gaat ook niet om die... En ze gaan geheid weer iets anders verzinnen, waardoor ze die lockdowns en alles weer kunnen gaan verzinnen. Nee, ja, ze blijven maar komen met de crisis, hè. Ja. 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 Maar goed, die WPG, je kan het mensen vragen, niemand weet waar het over gaat. Nee. Maar ja, daar wil ik even op inhaken. Het is dus zo, mensen die al vanaf bijna 3,5 jaar bezig zijn met het proberen bewust te maken van mensen. Wij zijn een heel mediakanaal begonnen. Omdat wij doorhebben dat in de kern van de zaak waarom het onze tegenstanders mogelijk is geworden om dit te doen, is de valse informatie. Het weglaten van nieuws wat heel belangrijk is. Het brengen van nieuws wat eigenlijk bullshit is. Wat helemaal, en daarmee worden mensen in een soort roes gehouden. En de belangrijke dingen worden er doorheen gemoffeld. En... Ja, dat blijft telkens een uitdaging. En daarom hebben we ook die samenwerking met de vrije journalisten. Om de koppen bij elkaar te steken van hoe gaan wij toch de relevantie houden van sommige onderwerpen. Want het wordt gewoon, mensen, er wordt zo gebruik gemaakt van de mensen dat ze beïnvloed worden om in slaap gesust te worden. Je leest vaak, ik weet niet, op Facebook ook, zie je berichten binnenkomen over André Hazes. De zoveelste huwelijkspoging van Gordon. En dan zit ik te kijken en dan denk ik, hier, dit is voer voor mensen. Ze worden gewoon bezig gehouden in een soort verhaallijn van dingen die totaal niet belangrijk zijn. En de dingen die echt belangrijk zijn,
die, zoals Peter net zegt, die worden gewoon weggehouden uit het nieuws. Ja. Dus het is onze missie om toch proberen die dingen op de agenda te houden en mensen bewust te maken. Ja. Ik ga rustig richting een einde werken. Ja, zullen jullie het helemaal goed vinden? Ik heb trek. En ja, dan ga ik ook nog heel even rondlopen. Ik zie ook dat gezelligheid gaande is overal. Willen jullie nog ter afsluiting wat mededelen? Of wat meegeven aan de kijkers en de luisteraars? Ja, op dit moment, kijk, dit boek, Opgesloten de Piramide, daar staat mijn laatste verhaal in. En ik weet niet waar ik het moet laten zien. En ik heb het ook bij me, Ontwijken of Ontwaken. Dit heb ik een paar maanden terug uitgebracht. Dat zijn allemaal mensen die... 30 verhalen van mensen die een soort van wakker geworden zijn in hun leven. En ja, tegen dingen aangekomen zijn. En hoe ga ik eruit komen? Ik heb de eindredactie van dit boek mogen doen. En ik heb die boeken hier te kopen bij me. Ja, ik zou het zeker kopen. Zeker een aanrader. Ik wil... alleen eigenlijk zeggen tegen de mensen, kom 9 mei in ieder geval naar Bosvreugd voor de lezing. Ik kijk er heel erg naar uit, ik heb er heel erg veel zin in. 14 mei doe ik hem in Hogeveen, 27 mei in Den Haag. Ik ben bezig met Weltschmerk bij Schiphol Rijk. En ja, ik hoop gewoon in contact te komen. En kondig jij ons, of ik, met de mensen? Wat zei je? Kondig ik het af bij de mensen? Ik kondig zo van laf. Oké, nou bedankt dat ik hier mocht zitten. Heel ja, leuk. Jullie ook helemaal bedankt, heren. Ja, leuk, Peter. Rick en Peter en Peter. Ja. Dames en heren, applausje voor Rick en Peter. Dankjewel. Dankjewel. Zo, ja, en dan dit wordt poppenkast nummer 117. Die kunnen we terug gaan kijken op zondag op het kanaal De Poppenkast. Er liggen overal stickers als jullie willen weten waar dat komt. Van alle leuke dingen die hier aan te schaffen zijn, heb ik hier ook eventueel t-shirts te kopen. Mocht je een 100% katoenen t-shirt willen kopen, er worden hier straks nog magneten verkocht door Stef van Bremen. En dan ga ik hiermee afsluiten en dan bedank ik jullie hartelijk voor het luisteren. En tot de volgende. Willem, hoi, aangenaam. Kijk dan, gaat dan moet je kaken maken zijn. Misschien dat praat het joh. Willem, hoi, aangenaam. Hallo. Gaat dan moet je kaken maken zijn. Misschien dat praat het joh. Leven de Staten-Generaal.